Het ding is, Derek, hij denkt zo, ik ontsnap thuis eventjes zo jong en zo. Ik kom gewoon naar hier jonger. Memshoes. Maar deze is gewoon een beetje mijn sausje erop. Memshoes. Ifrit. Nou, t'es un bon. Là, t'es un bon. T'es un bon, t'es un bon, t'es un bon. Waar had hij dat gegooid, die gesprek mee? Man. Ja, maar ik heb het gezocht, maar ik vond het niet. Waar zit je? Seizoen 2 van Summer House. Ja, waar zit je? Wait, maar wat denk ik? Nee, niet spoilen, niet spoilen. Nee, niet spoilen, niet spoilen. Nee, niet spoilen, niet spoilen, niet spoilen. Maar Summer House is toch 2 keer 4 episodes? Ja, ja, ja. Waar is het ver? Het is elke seizoen 1, maar man. Nee. Waar zit je? Maar is het ver? Ah, van mij, sorry. Moet dat eruit worden? Ja. Ja. En dan zie je hem later in het nieuw seizoen en zegt je stond nog over. Ah, dus jij bent nog niet bij die balkon? Nee. Dat is hoe de filmindustrie werkt. Marvel met? Van Doctor Strange, die Chinese guy. Ja? Maar dat is toch de enige? Of heb ik... Wie? Nee, ze komt er ook. Maar je hebt er ook zo een paar van... Dat haar, ze is bevriend met die... Ja, met die guy van Sully, die blanke noemt hij daar. Guy van Sully... Die in het begin, die chick. Yeah. Ja, zo maar. Ja, ik heb het. Want je hebt ook zo die guy daar, die politieagent van Summerhouse. Die white guy. Ja. Die crack addict. Ja. Die zo fake doet. Sorry, ja, dat is een politie. Hij komt in Game of Thrones. Dat is een heel andere brug, broer. Ja. Dat was echt. Nee, maar bedoel dat je heel veel karakters wil zien. Ja, maar dat is gewoon... Game of Thrones, Harry Potter. Ja, dat is gewoon. De film ja, dat is wat ik zei. Maar dan zei ik aan die guys van Game of Thrones. Snap ik het toch eens. Wat? Want ze noemen mij de keizer, boven de admiraal. Hoger dan de koning. Nu wel? Trouwens. Ja. Nee, want ik heb nu de link. You cannot put people in timeout for different lengths ranging from 10 to seconds to 24 hours. Yay!
Sorry. Fuck iedereen, welkom bij de Naamsvoetbalshow. We hadden eventjes geen geluid, maar het geluid is nu terug, want... Inderdaad, geluid is terug. Ik ben host Brian Swaas, de wacht. Vandaag gaan we spreken over Barcelona tegen Sevilla. We gaan spreken over Spurs tegen Liverpool. De hele drama daar een beetje met de VAR, want er zijn heel veel dingen gebeurd. We gaan ook spreken over Club Brugge tegen SCVV. En natuurlijk doe dat niet alleen. Ik heb een heel voltallig panel. Achter de schermen, Tim Dalle maakt zijn envious comeback. Hij zei, weet je wat, I'm picking back up the sticks. Hij moet eventjes zijn mic openzetten. We hebben Cher ook in de back die de Nautilus doen. Freddy is vandaag aanwezig als factchecker. Team Mooie Jonge FC. N'importe quoi! Maar jullie hebben al twee stemmen gehoord die heel familiair overkomen. Je hebt Andy natuurlijk gehoord, Andy Kisema's back. Taurus. Andy Smalls in de building. Nee, nooit zeggen. We hebben vandaag ook een special guest, lokale legende Derek Chimanga. Nee. En natuurlijk onze Alexandre Phantom. Jordan! Ging dat niet drie keer doen? Ah, te veel, broer. Ik dacht zo van, oké, ze gaan dat drie keer zeggen. Ik kan even mijn mic opschuiven, want het is dat niet goed. Het ding is, die mooie jonge FC-ding heeft mij een beetje... Ja. Onze guest van vandaag is Derek. Derek ja, was in seizoen 1 van Koelkast aanwezig. Vorig jaar heb ik hem proberen te catchen, maar hij is... broer, dat is als ik mijn Opel Corsa rijd op Altosnelweg, hij is een Tesla, broer, of ik weet niet. Ik probeer hem te catchen, maar ik vind hem... Maar Derek, je bent terug, man. We hadden een datum geprikt verleden jaar. Ja, en je hebt geskipt. Ik heb niet geskipt. Nee, ik heb niet geskipt. Waarom zou ik jou skippen? Ja, ik respecteer jou te veel. Ik weet dat niet meer. Kijk, nu gooi die. Ja. Ik ga dat terugzoeken. Je kon niet wat naar het buitenland, Vitve. Ah ja, dat is juist. Klopt. Broer, kijk, dat klopt. Mijn excuses. Ah, si. Bon, dus we hebben hem proberen te catchen, hij is terug. Ook, we gaan eventjes heel kort schetsen. Je zit nu bij Beerschot. Ja. En je zat een anderhalf maand, was je even clubloos. Hoe heb je heel die periode een beetje proberen op te vullen? Elke dag trainen, kiné, elke relax, veel tijd met de kids. Dan tot als Beerschot kwam en dan, terug in die routine. En gisteren terug gespeeld, want er waren mensen met een paar vragen van... Nee, ik heb één match gemist en dat was tegen Beveren. Oké. Okay. Nou, voor iedereen die zegt, hoe is mijn kwetsuur? Hij heeft gespeeld. Oh. Maar toevallig mist je de match tegen Beveren. Ja, toevallig. Dat is pegeba. Dat is gewoon pegeba, want die match waar ik speelde. Dus. Bon. Voordat we gaan naar hoe was het weekend of welke wedstrijd we bekeken, we zien hier twee mooie shirtjes aan de muur. Ja, wel, Derek heeft ze alle twee meegenomen. Normaal is die moest hij maar eentje meenemen, maar ik heb mijn job niet gedaan. Ik ben mijn eigen shirtje vergeten. maar kan je even uitleggen waarvoor dat de twee shirts staan? We gaan eerst beginnen met de blauwe shirt van Genk. Dit is bekerwinst met Genk tegen Cercle Brugge, 2-0. En dit is van mijn eerste selectie van de nationale ploeg. Eerst en enige selectie. Eerst en enige selectie. En toen was je ingevallen, zei je? Ja. Hoe was het gevoel om je debuut te maken? Leuk, normaal. Je laat die gewoon... Normaal, ja. Geen stress, niks. Nee, dat is gewoon leuk, ja. Bro. Maar is dat je Bali in het algemeen ervaart? Ja. Want dat je nu antwoordt, heb ik zoiets van... Ah, Bali is gewoon Bali voor jou of zo. Ja, dat blijft niet... Bali. Nee, dat... Of heb jij een wedstrijd? Nee, in het begin, dat was mijn eerste wedstrijd. Dat was denk ik op Mons, waar ik inval in de rust. Had je daar al wel stress? Daar had ik stress. Was. Okay. Ik was wel 18, 19. Maar daarna... Hoe lang is die stress gebleven? Of zijn er bij bepaalde momenten... Nee, één match. En dan toen ik ben gestart tegen Anderlecht. Oké. Dat was echt nog... Dat was echt de grote Anderlecht. Ik mis die periode. Snap je? Daar had je echt van... Nu begint dat echt. Maar daarna... Daarna minder. Nee, voor de rest allemaal gezonde stress. Misschien opstaan daar nog. Dan als jij die daar hoort... Dat is omdat Sclessin... Ja, maar Sclessin was vol. Echt volk. Hij hoort die zingen daar tegen elkaar. Dan staat hij even stil, zeg je van... Oké. Dit is echt. We gaan zo meteen naar ons weekend, maar ik wil even een kleine disclaimer. Voor de mensen, Alex heeft dus op Instagram een poll gezet. Een open vraag gesteld. Ik ben altijd bang als broer, adem, broer. Altijd als iemand zegt, Alex... Nee, ik ga je niet in de setup gooien. Dat zijn onverwerkte trauma's, maar toch, daar gaan we goed over spreken. Maar snap je, we zijn live. Ik kan dit niet daarna editen. Nee, maar je had dus op de account van Koeka Sport een open vraag gesteld, waarin je dus eigenlijk elke zondag dus kan je nu vragen aan ons stellen en die zullen wij dus tijdens de show voorlezen en beantwoorden. Natuurlijk ga je de goede vragen eruit kiezen. De minder goede vragen moet je zien. En natuurlijk ook op Twitter hebben we dus een hashtag AskCoolCast. Dus daar kan je dus ook volgend weekend weer gewoon je vragen naar doorsturen. Dus in plaats van vragen te gaan zetten op andere plekken, kan je dus gewoon zetten op Twitter en op Instagram en dan kunnen wij die in de show. Mag ik een suggestie geven? Ja, mocht zeker een suggestie geven. Kunnen wij dat op zijn Engels zeggen, zodat wij AskCoolCast zeggen? AskCoolCast. En niet AskCoolCast? AskCoolCast. Want
Nee, het klopt bizar. Niet. Ja, ik weet niet, man. Het voelt niet juist. Ja, maar ijskoelkast, als we dat elke week zeggen, broer, ijskoelkast, ijskoelkast. Dat is bizar. Oké, ijskoelkast. Maar bon, dus hashtag ijskoelkast op Twitter en Alex had dan wel elke week gewoon een open vraag. Heeft me gewoon werken. Bon, boys, eerste vraag. Hoe was jullie weekend? Welke wedstrijden hebben jullie bekeken? En ik begin deze keer bij Andy Smalls. Kijk, stop dan. Nu begon ze al de koep, hè? Nee, luister. Okay. Kort, deze koep is een ode naar mijn vieux Weerasson, Le Roi de la Forêt, Tokos. Dat is een koep dat hij in zijn concert in 2002. Ik was toen nog niet geboren, maar het is gewoon een ode aan hem, omdat hij een Congolese legende is. En daarnaast mijn weekend, ik heb een rustig weekend gehad, echt chill. Ik denk de meeste... Ja, de mooiste wedstrijd die ik heb gezien was toch wel van Arsenal, maar een andere wedstrijd die ik wel leuk vond was Leipzig tegen Bayern München. Mm. Van 2-0 naar 2-2. Eigenlijk een Leipzig, ja, een vrij jonge Leipzig. En je voelt dat ook, hè, van die kunnen goed spelen. Mm. Maar 2-0, la tête commence à tourner. Die denken klaar, snap je? En dan die weten niet van, die staan tegenover Kane, Sané, Gnabry. Die staan tegenover mensen die, snap je, die kunnen hun métier. Mm. Die weten van... Een puntje hier halen is meer dan genoeg, want dan alles wat doen. En ze hebben het een beetje weggegeven. Maar wel een shout-out naar Openda, man. Die gast is hard. Ja, man. Is echt goed. Hij is echt goed. Wow. Ik, ben deze week op detectivemodus gegaan. Ik heb een tweet van u gevonden. En ik wil eventjes dat je die tweet beantwoordt. Je schreef op Twitter, refs in provinciale, haal emoji. Afu, gedraag je, punt. Pak je vergoeding en kou het. Man, denk dat hij... Man, denk dat hij uzelf laat. Ja. Dus, ja, ja, nee, ik had zo... Pak je vergoeding en kom. Nee, kijk, luister. Ik snap dat refs zoiets hebben van... Ja, elke wedstrijd, ik word beoordeeld en ik wil professioneel referee worden. Al die dingen. Ik snap dat volledig, ik ben met jullie. Maar ik heb zoiets van... Kijk ook waar jij bent, waar jij fluit. Snap je? Ik ben coach van een ploeg in eerste provinciaal. Mm. Kom niet aan mij vragen. Je moet niet van mij verwachten dat je in een faciliteit gaat komen waar jij ik weet niet was. Heb je? Wat heb je gevraagd? Kijk, door omstandigheden waren er bepaalde zaken die er niet konden zijn. Snap je? Bijvoorbeeld, mensen waar ik bij Antwerp blij mee is, we hebben verschillende, hoe moet ik zeggen? Verschillende vestigingen. Ja. Verschillende vestigingen. En eigenlijk de teammanager was ja, door ziekte kon hij niet komen hier toe. Allee, was hij eigenlijk veel later gekomen, maar. Zo'n ziekte, fellowship al. Dus, die scheidsrechter komt. Mm-hmm. Normaal, ja. Ik was even de lege aan het spelen. Ik roet hem uit, we zijn bien. Snap je? We lagen echt goed toe. En dan vraagt hij mij, mag ik mijn kleedkamer toe? Ik heb hem gezegd, ja, is hij niet bien? Wil jij eens drinken? Nee, ik wil straks eens drinken. Ik denk van, mijn dag is gedaan. Mm. Parce que, voor de rest, je pakt je pc, je controleert hier, je hebt alle ID's en zo. Hij vraagt mij, ja, is er een pc? Ik zeg, bro, ik weet dat. Ik kom hier coach, ik ben weg, snap je? Mm-hmm. Ik ga eens vragen. Dus ik vraag rond en degene die de pc heeft, is de teammanager. Mm-hmm. Maar hij zegt dat hij later gaat komen. Ik zeg, ja, hier is geen pc. Ah ja, oké, is er iets niet van papier of zo? Ik zeg, ja. Dus ik ga een leeg blad halen. Hij vraagt papier. Hij komt, ik kom met papier. Hij zegt, oh, van de bond. Ik zeg, oh, vriend, je hebt dat niet gezegd. Dus ik ga vragen, is er papier? Op die vestiging was er geen papier van de bond. Ja. Oh, bro, hoofd heet. Match moest om 8:30 beginnen. Mm. Hij begint, het was 19:50. Op je tweet bedoel je? Huh? Ah, okay, ja. Ja. Dus hij begint dan zo met, hij wil het moeilijk doen. Ja, ik weet niet of de match kan doorgaan. 8:25 heeft hij getweet. Ja, maar doe maar 5 minuten of 5 minuten. Nee, luister. De wedstrijd is om 9 uur begonnen. Oké. Okay. Mijn hoofd begon, maar toen, op dat uur, mijn hoofd was heet. Oké. Okay. Dus hij begint om 19:50, 8 uur al te zeggen, ik weet niet of de match kan doorgaan. Want... Ik zeg, wacht, ik ga bellen. Dus ik bel. Ja, iemand was in de buurt, mijn pc zegt, ik kom er over 5 minuten aan. Ja. 8:10, 8:15. Die komt eraan. Mm. Maar ik was aan de andere kant. Dus die was mij aan het bellen van, ja, Andy, waar ben je? Mm. Maar mijn gezin was niet op mij. Want ik ben een oplossing aan het zoeken. Mm. Maar depuis die guy... Je bent oplossing aan het zoeken zonder je gezin. Nee, ga verder. Ja? Ja. Oké. Okay. Dus ik ben oplossing aan het zoeken. Maar die guy, hij wil het ook zo moeilijk doen. Ik vraag, je het toch even op je gezin doen? PC komt, papa, jij tikt, we zijn begonnen. Mm. Ja, maar ik fluit nationaal en dat kan niet. Dus ik kijk naar hem, ik zeg van, bro, je bent hier provinciaal. Ik zeg, bro, ik zeg, niet verwachten dat alles... Oh.
Echt, ja, en het is nu al 8:20. Voilà, mijn hoofd begint te worden. Ik zeg van, kijk, ik ga niet liggen. Die match begint om 21:30, ik ben weg. Vendredi soir. Welke coach is dat, broer? Bro, après, dus, un PC komt eraan. Probleem is nu de delegé van een andere ploeg. En zijn cocobar is oud. En je weet, oudere mensen, die hebben tijd nodig, want die moesten nog heel hun selectie veranderen. Dus tak, je zat bij 15 minuten. Ik, dat was gewoon tak, 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 ik ben klaar. Oké. Bro, 8:25. Uh-huh. Die chef komt naar mij. Ja, ik denk, ik ga hier een verslag over schrijven, want dat is niet normaal. Voilà, ik kijk naar hem, ik zeg, bro, uw verslag maakt mij niet uit. Spelen. Maar bro, mijn hoofd was heet, want daar, ineens die andere ploeg komt, maar ja, hoe gaan we nu doen? Ineens daar, die willen spelen, supporters. Oh. Ik zeg, bro, jullie moeten dat niet op mij doen, ik ben geen delegé, laat me nergens. Oh. Ineens, ja, we hebben dan gespeeld, we zijn om 9:00 begonnen hiertoe. Hij heeft gewoon gefloten en dat maakt mij boos. Want ik kan hem niks verwijten. En goed floten. Ja, maar dus, ik had gewoon zoiets van... Dus hij heeft toch zijn ding gedaan daarvoor? Ja, maar zijn attitude... Nou, hoe structuur brengen in provinciaal? Zijn gewoon of niet? Wat? Nee, man. Dirk, wat is uw slechtste aanvaring met een scheids? Of uw slechtste ervaring met een scheids? Slechts? Ja. Eigenlijk niet. Of meest grappigste? Grappigste, dat was de scheids, noemt hij N'Golo? Ja. N'Zolo. Ah. N'Zolo. Okay. N'Zolo. Hij gaf geel, hij lachte. Dat is het beste. Ik heb 2 keer rood bij hem gepakt, maar echt, hij komt je bij me. Rood bij hem lichaam. Je kunt elk niet kwaad zijn, je kijkt gewoon te zeggen. Okay. Heb je ooit eens geprobeerd om zo'n gele kaart te ontlopen of zo? Nee, dat niet. Nee? Dat niet. Nee. Alex, jij bent de gele kaart specialist, maar we gaan niet hebben over gele kaart. Hoe was je weekend, man? Mijn weekend was chill, man. Ik heb een paar wedstrijden gekeken dit weekend. Een beetje minder dan vorig weekend, want vorig weekend was overdreven. Ja. Maar ik heb opnieuw spijtig genoeg naar Anderlecht gekeken. Ik weet niet waarom ik mezelf dat blijf aandoen. Elke week. Maar dat is elke week. Nee, maar dat is een probleem. Eén week is het, we gaan het kampioen spelen, play-off 1. Andere week is het, spijtig genoeg heb ik toch aan de laatste. Nee. Maar wacht. We gaan nog steeds kampioen spelen. Want jij wilt zeggen dat ik verander van Nee, verander niet. We gaan kampioen spelen, maar we hebben slecht gespeeld. Mag ik dat niet zeggen? Jij mag dat ook zeggen over United, dat jullie slecht zijn. Waarom moet je zelfs United bijbrengen? Slecht is zelfs... Kom weg. Niemand heeft over United gezegd. Ik heb verschillende woorden voor jou. Mzim, shit. Ik kan jou gewoon... Ik leen je aan. Fucking dickheads. Nee, maar ik heb naar Anderlecht gekeken. Het was niet goed, eigenlijk. Eupen heeft veel kansen gemist. Maar gelukkig heeft Vasquez ons gered. En ik heb een paar goede acties gezien van Hazard ook, toch Gan. Mm-hmm. Maar die was een beetje te ijverig. Mm-hmm. Hij had te veel tonen van mij. Is dat goed? Moi, je Diablo Rouge. Mm-hmm. Maar misschien is dat goed. Ja, hij heeft zijn assistje gegeven. Mm-hmm. Maar het draait nog niet, man. Het draait nog niet. En waar ik me echt aan stoor bij Anderlecht is... Zij kunnen niet pressen. Maar is dat geen positief teken dat Anderlecht nu al draait, ondanks dat... ze draaien niet, maar ze pakken wel punten. Is dat geen positief teken? Dat is sowieso positief, mm-hmm, dat zij punten pakken. Maar ik denk dat dat ook gewoon komt door het feit dat ze hebben echt nu een goede kern, snap je? Mm-hmm. Maar jij weet, Anderlecht supporters, dat gaan een paar weken, oké, we aanvaarden dat, maar dan willen we voetbal zien. Mm. Dus ik ben benieuwd, man, hoe de komende weken gaan zijn. Als zij het niveau niet oppikken, weet ik niet. Is Anderlecht misschien de meest kritieke fanbase in België? Dus in België is het normaal, ja. Ja, natuurlijk, grootste clubben, maar ik vraag het. Want, in België zo. Want jij bent Standaard-fan, jij bent Anderlecht-fan. Ja, jij bent een aantal ploegen gespeeld hier in België. Dus ik denk wel dat je een beetje kunt gaan aanvoelen van welke supportersgroepen echt een beetje... Ja, heel kritisch zijn en welke... Anderlecht-fans en Ajax-fans is gewoon hetzelfde. Ja? Ja, maar ik begrijp het wel. Zij eisen sowieso het meeste van hun ploeg. Ja? Sowieso, ja. Op andere dus ook al spelen jullie heel het jaar bijvoorbeeld, jullie pakken alle punten, als jullie niet... Ze hebben, ik weet niet meer hoeveel jaar geleden nu, met René Weiler, mm-hmm, hebben ze kampioen gespeeld. Mm-hmm. Ze zijn buiten gezet, hè. Daar kan de voetbal spelen. Dat is crazy, man. Dat is maar Aschampong en zo. Hij was gewoon kampioen, hè. Frenkie. Hij was gewoon kampioen. En dan zijn ze Van Azenbroek gaan halen, denk ik. Ja. Was het veel beter? Champions League gespeeld. Nee? Nee, pakjes gekregen. En Skums gaan halen, Sofyan Hani en zo. Ah, pakjes, hè. Heb je nooit pakjes gekregen in de Champions League? Ik heb geen Champions League gespeeld. Europa. Net te laat, man. En daar pakjes gekregen? Nee. Nee? Nee? 2 keer groepswinnaar. Daar is... Oh, smaak. Sorry. Hoe is dat in de groep? Sorry. Is dat in de groep? Dynamo Kiev, Sporting Lissabon,
Ah, jullie hebben echt een Europa League groepje gekregen. Niet zo. Ja, we hebben goede dingen. Nee. Goede groep. Stabiele groep, stabiele groep. Ja. Was je weekend, man? Welke wedstrijd heb jij dit gekeken, man? Dit weekend gekeken. Want ik weet, kijk, ik heb een beetje gestuurd. Ik heb hem gestuurd. Nee, ik heb hem gestuurd. Ik heb Derrick, goeie kom en zo. Ik heb gekeken, man. Ça va? Ik heb gestuurd. Ah, broer, snap je? Kom naar de show. Zeg, ja, ik zeg, kan je lijst van de wedstrijd doorsturen? Hij zegt, kijk, voetbal. Maar ik vind dat grappig, hè, voetbal. Maar we zeggen dat altijd. We hebben zo de... Je hebt ofwel de jongens die kapot weer voetbal checken. Ja, maar dat voetballers was, die zo gewoon... Dat was vroeger zo. Ja. Vol een bek, maar nu... Wat is er veranderd dan? Ik weet niet. Gewoon te veel gespeeld of gewoon... Nee, flim. Te veel naar gekeken. Bij Champions League kijk ik wel. Maar Pro League kijk je niet graag. Maar Pro League kijk je niet graag. Als echt een goede match is. Oké, maar vandaag was het... Nee, ik heb niet gekeken. Maar... Alleen met u, hè. Ja. Wat vond je van de match dan? Boah. Dat is niet wat je zegt. Boah. Ik heb ook een beetje naar Genk gekeken, maar ça va. Oké, okay. Maar Genk was gelijkspel weer. Ja, 3-3. Kan je me uitleggen als linksback? Hoe kan je twee jaar doorgaan en elke wedstrijd een tegendoelpunt krijgen? Zorg geen enkele clean sheet. Hoe kan dat? Hoe bedoel je? Broer, elke wedstrijd dat Genk speelt... Ah, ja, maar we spelen aanvallend. Ah, broer. Maar geen enkele wedstrijd nul houden. Nee, ja, dat snap ik. Dat is een beetje overdreven. Ja. Met wie ga je eerst fitten in de kleedkamer? Is het middenvelder, zijn het uw spitsen of zijn het uw mede... Eerst mijn spitsen. Ja, eerst mijn spitsen, maar jullie doen jullie job niet. Jawel. Zie, dat is het probleem van jullie verdediging. Hoezo? Dus jij hebt een offensieve back. Jij bent een offensieve back. Ja. Jij weet al, jij laat die ruimte vrij. Ja. Ja, iemand moet die toch die plaats overnemen. Of dus jij zegt tegen je spits, kom terug. Nee, als jij de bal speelt aan de spits, een goede bal, en die doet er niks mee. Ja. Ik haat zo mensen die... Nee, maar... Zo niet spitsen, praat altijd over spitsen. Ik praat niet altijd over spitsen. Prik zelf, maar ik ga je carrière starten. Nee, de back sowieso. Nee, ik ga je carrière starten. Maar ik heb wel een vraag voor u, omdat jij bent inderdaad een offensieve back, snap je? Maar is voor u in uw hoofd de clean sheet belangrijk? Of nee, het is gewoon winnen eigenlijk. Gewoon winnen. Dus dat maakt niet zo winnen. En hoe kijk, wie vind je dan op dit moment misschien de beste offensieve back in Europa bijvoorbeeld? In Europa? Of de afgelopen jaren, ja. Dat is nu een vraag. Piet, hè? Zinchenko toch? Dat vind ik goed, hè. Laat die ze kie. Nee. Ik ga dat zoeken. Blijf praten. Dat nee. Kolarov. Wie was voor u een referentie? Kolarov, toch? Nee. Ik was van Evra, Dani Alves. Ja, was Evra de referentie? Patrice. Patrice. Hoe noemt hij? Die van Barcelona. Abidal. D'accord. Eric. Dat waren vooral mijn referenties. Welke Clichy? Broer, je blijft Arsenal-fans, bro. Nee. Ik ben geen fan van Arsenal. Mijn oudere broer wel, maar Arsenal nog. Welk club? Huh? Welk club? Hij is fan van Genk. Ik heb bewijs. Hoezo ik ben fan van Genk? Ik heb bewijs. Maar ik heb 4 jaar en al bij Genk gespeeld. Ja. Dat is logisch. Waar hebben we elkaar laatst gezien? Op Genk? Wat heb jij toen gezegd? Genk, dat gaat altijd mijn club zijn. Dat is standaard. Heb je echt een club? Nee, ik heb niet echt een club, maar dat gaat... Oké, ik was zeggen United, maar... Nee, dat wil je sowieso niet. Wauw. Dat is crazy. Ik heb stadsman, 13 doelpunten en 19 assists. Wat toch om mee? Nou, ik heb niets gezegd. Ik heb gewoon gezegd wat je... Ja, maar zeg, wat moet je nu zeggen? Maar zeg. Kan kwam. Zeg. Nee, ik heb hij hoopt op slechter, hè. Nee, ça va. In 354 wisten dat, ça va. Maar hij is linksback, bro. En laatste 4 jaar centrale. Smalleer. Is dat een verandering voor u? Nee, dat is elk met 3 man is dat goed. Ja? Heb je dat liever? Ja. Waarom? Minder dat wingback class is show. Ja, in het begin van speelde zo, ik vind dat je moet super hoog staan. Ja, wingback. Dat is heel de lijn. Maar ik was ook niet meer gewoon. Ik speelde altijd centraal, ineens op de wingback. Is de rol zwaarder geworden? Ja. Is de rol zwaarder geworden? Nee. Wel of zo. Je vindt dat hetzelfde in het spel? Ja, nog altijd. Oké. Okay. Ah, maar jij, het is gewoon... Nee, je moet gewoon het spel lezen, maar iedereen coacht eigenlijk. Mm-hmm. Wat meer gefocust, maar dat is niet zwaarder of... Zowel als jij wat tegen snelle spelers speelt, zoals die van Zulte Waregem, die Traoré. Ja, die is snel. Dat hoofdpijn. Die is echt snel. Heel tijd diep, dan zeg je die van... Gast. Ben je nog snel? Ja. Ik ging net vragen of hij sneller is dan Miyangi. Nou wie? Dat is Senna. Ben je sneller dan Senna? Dat weet ik niet. We moeten een lijstje maken van alle guests. Dat weet ik. Ja, maar... We gaan gewoon een competitie doen, hè. Hoe lang mijn doen? Snelheid van dit weekend 32.2. Ah, ik versnel jou sowieso. Kijk, 32.2. Jij vertelt mij niet. Sowieso niet. Derrick. Sowieso niet. Ah, Derrick. Sowieso niet. Ja, kijk, ik respecteer jou. Sowieso niet. Sowieso niet. Freddy, je moet iets zeggen. Zeg iets. Wacht. Ja, doe maar. Weet jullie wat jullie moeten doen? Zeg maar, hebben jullie vroeger gekeken naar Top Gear?
Ja. Je zet een lijst van alle... Hè, alle guests. Ja, ja, alle guests. Ja. De snelste, allez, de voetballers, hè, de snelste lopers of zo. Ja. Je zet een lijst, 1 tot en met 20. En iedere keer als iemand versnelt, allez, een platje naar boven. Hè. Zo kun je zien wie Derek, het snelste is. Met al respect, ja, ja, ik kijk nu op transfer, maar je bent 34 jaar, snap je? Ja. Dus ja, je bent bijna 35. 6 november kan je happy birthday sturen. Oh, bro, kijk. Nee, nee, kijk, 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 broer. Ik ben 10 jaar jonger dan jou, bro. Maakt niet uit. Dat is al 1. Maar je hebt niet gelopen sinds... Tijk het. Ja, boel, dat is nog, dat maak ik nog. Niet boel zeggen. Nee, niet doen, niet doen. Maar toch. Nee, onnetmoord. Met alle respect. Nee, onnetmoord. Is goed. Weet je wat ooit heb gezegd? Dat hij dezelfde topsnelheid van Mbappé had. Ik heb dat gewoon op mijn gezin staan. Niet iedereen denkt altijd ik lieg. Ik heb dat gewoon op mijn gezin staan. Ik heb gewoon die 36 km per uur. Maar toen, hoe oud was je toen? Gewoon vorig jaar, bro. No. Broer, als ik nu ga opzoeken, zoek op. Wow, by the way, hoe mijn weekend was, ik weet niet, ik heb wedstrijden gezien. Ik heb gisteren United gezien, ze hebben mijn hoofd kapot heet gemaakt. En dan is Glory United uitgekomen vandaag. Vraag me niet waarom vandaag, maar het is vandaag uitgekomen, dus check die ook. En dan gaan we ineens verder naar de MVP's van dit weekend. En ik vraag meteen aan Andy. Andy, wie is jouw MVP van dit weekend, man? My captain, Martin Fayulu is the goat. Nee, kijk, weet je... Hij is dood. Voor de kijkers gewoon Martin Odegaard. Ja, hij is dood, hij is dood. Nee, kijk, weet je, het oh, mooie aan hem is... Atal, wacht, Obi, zwijg. Obi zegt tegen mij, blijf gewoon zitten, zwijg. Sorry, doe maar, sorry. Oh, niet te hard, niet te luid lachen, jij. Niet te luid, die haha was te luid. Dat was, nee, die haha was te luid. Waarom Martin van jullie Odegaard? Kijk, weet je, er zijn heel veel mensen waren mij ook in DM's aan het sturen. Waarom is hij jullie kapitein? Waarom dit? Waarom zus? Waarom zo? Weet je, dit weekend, eigenlijk al meerdere weken, wil ik hem als MVP, maar ben ik zo aan het afwachten dat hij iets van zijn leiderskwaliteiten laat zien, zodat ik zo kan benadrukken van, daarom is hij dus kapitein. Mm. En ja, dat is al wekenlang dat hij echt gewoon... Je ziet ook op het veld de touwtjes bij elkaar halen. Zowel voetballend als gewoon naast het voetbal. Ik bedoel, afgelopen week heeft El Neni teruggespeeld in de beker. Die heeft hij naar de fans gegooid. Zo van, hé, bitte, ga naar de fans toe zijn. Zo heel die embracement een beetje... Wat wij vaak zeggen, de kapitein is een beetje het verlengde van de coach op het veld. Mm-hmm. En je ziet dat ook bij hem. En ook de fase waarom ik hem echt een MVP noem, is er komt een tweede penalty tegen de wedstrijd tegen Bournemouth. En Ik heb het gevoel dat zo de culture energie zo mee naar sport is gegaan of zo. Nee, en ding is, je zegt dat Saka al de bal nam. Mm-hmm. En je ziet eerst Odegaard gaat naar Gabriel om te zeggen van kijk, laat Havertz dat trappen. En heel gesprek, heel kort, en die legt dat uit. En Gabriel zegt van oké, Jesus zegt geen probleem. Hij gaat dan naar Saka en zegt van kijk, Havers, jij weet, hij is al een kaart aan het werken en zo. Nog steeds geen goal, geen assist. Geen hem dat. Dus ineens de bal aan naar Havers. Dus ik ben aan het kijken. Ik zeg, bon. Het is nog maar 2-0, snap je? Ja, ja. We gaan niet. Ah bro, Havers, hij prikt dat. Maar dan zie je ook zo, hij roept zo heel het team bij elkaar. Die gaan allemaal op hem. En je voelt gewoon zo die, snap je? Zo, hij is gewoon die guy, snap je? En voor mij, waarom ik hem dan... dat bekroon, oké, dat is de mooiste actie voor mij. Maar ook gewoon van, genre... Dat is lang geleden voor mij dat ik zeker bij Arsenal een kapitein heb gezien die zowel goed speelt als gewoon een goede gast is. Meestal onze kapiteins zijn gewoon goede gasten, maar die spelen zo. Almunia was ooit kapitein. Hey, putain. Shoot dead. Maar Almunia was een probleem. Ja, ja, ja. Maar ik heb zo'n kleine fase gehad van keepers, broer. Ja. Almunia, Fabianski, broer, Chesney, broer. Het was even... Nee, Koscielny. Koscielny en zo. Manon. Maar ik heb nu zoiets van, ja, weet je, dat past. Dus daarom, Fayulu. Okay. Maar ik vond dat ook hard, want ik denk dat hij wel doorheeft van... Je hebt de hele groep nodig om uiteindelijk, als je voor de titel wilt spelen en zo, ga je iedereen nodig hebben. En dat is wel goed dat zo de groep of hij misschien doorheeft van... Ah, hij heeft nog niet gescoord, hij krijgt veel kritiek, geef hem die petit vertrouwen, snap je? Maar het ding is bij mij zo van... Het is ook zo, de afgelopen weken was Arteta bezig over Havertz en hij zei ook in de media van... Ja, hij mist met je zelfvertrouwen en het is de beste speler die gaat moeten starten. En hij werkt wel hard, maar er zijn nog een aantal elementen die hij moet gaan verbeteren. Maar het woord zelfvertrouwen was dan heel veel, kwam heel veel op in de media, dat hoor ik ook heel veel bij andere spelers. Dus het is dan wel inderdaad goed van je kapitein als je dan dat soort dingen oppikt. Want ja, je traint elke dag met jongens en ik kan wel geloven dat Havers gewoon op training scheurt. Want dat gebeurt wel vaak eens bij voetballers die op trainingen wel heel goed zijn en dan even niet kunnen gaan vertalen naar het veld zelf.
Maar dan zit het eigenlijk wel heel goed dat hij inderdaad die penalty heeft gekregen en dan dat doelpunt heeft kunnen scoren. Maar mist hij dan wel die penalty, ja, dan gaat dat wel meer op hem een beetje. Dus het is wel een beetje een probleem. Het is een 50-50 move, maar het is wel goed natuurlijk van... Ja, maar je geeft iemand verantwoordelijkheid. Dus daar voor mij rust dat al van, heel het team vertrouwt hem. Mm-hmm. Van, weet je, doe. Mm. Het is 2-0. Het is niet, 2-0 is voor mij geen veilige score, maar het is wel van, Ewa, doe, breng ons naar dat derde doel. Ja. Dirk, jij bent nu iets ouder. Dus jij hebt waarschijnlijk ook wel die rol in je clubs van, ja, je bent een oudere speler. Dus hoe ga je dan om met de jonge spelers die dan een beetje zelfvertrouwen missen? Of bijvoorbeeld kansen missen in een wedstrijd? Want je zei het ook wel. Also, vooral veel inpraten op hun. Mm-hmm. Vooral als je een kans mist, gewoon meteen zeggen, draai de knop om. Dat is niet erg. Blijf niet steken op die kans van, er komt wel een nieuw moment en die moet je gewoon pakken. Ervaar je deze generatie meer als koppig? Of zijn ze wel open voor... Ik zou niet zeggen koppig. Maar is dat ook niet ergens? Zeiden ze dat ook niet van jullie toen jullie opkwamen? Is dat niet altijd zo'n beetje dat ze elke nee, generatie... Nee, toen wij opkwamen... Het verschil is, wij durfden niet antwoorden. Mm. Bijvoorbeeld, ik als een koppa tegen mij begon te roepen, dat ging niet. Ja. Nu gaat dat, nu antwoorden die nog. Iedereen vindt dat normaal. Ja. Ook tegen de coaches doen ze gebaren, dat je zo van... Oh, jij bent 20 jaar. Ja. Jij bent net bezig. Denk je dan niet van, jullie weten niet wat wij hebben? Ja, voilà. Dat is niet hetzelfde. Dat is totaal anders. En dat wij moeten ons aanpassen aan hun. Dat is eerder... Dat is interessant. Ja, ik ga ineens een actualiteit en ook ineens een kijkersvraag een beetje eraan koppelen. Want de afgelopen weken horen we dan natuurlijk ook de situatie tussen Sancho en Ten Hag. Mm-hmm. Omdat Ten Hag zei na de wedstrijd tegen Arsenal van ja, Sancho zat niet in de selectie, want was niet goed aan het trainen. Sancho heeft dan ook een post gedaan op Twitter. Hij heeft dat 2 weken laten staan van waarin hij zei van ja, ik word gebruikt als zondebok van de club een beetje. Ik respecteer altijd de beslissingen van de coaches en van alle coaches en de hele staf. Maar ik ben iemand die altijd hard werkt en hard traint en ik probeer altijd 100% te gaan geven voor de club. Nu, daarna heeft dan Ten Hag besloten om hem dan eerst naar de reserve te gaan sturen. En dan denk ik 3 dagen daarna heeft hij gezegd van oké, nu moet je gewoon individueel zelf gaan trainen. Je mag ook zelfs niet meer komen eten bij de club zelf. Dus je mag ook niet meer samen eten met de spelers daar. Moet ook nu iets verder trainen van de club zelf. Dus wel nog steeds op het complex, maar niet op andere uren en al die dingen. Maar ja, de vraag is nu, ja, de situatie met Sancho is echt heel diep, maar de vraag is ook nu, ja, heeft op welk moment mag een speler wel of niet reageren als er dan zo'n ding is worden gezegd? Maar wat is eigenlijk het hele issue? De hele issue is, coach zei, je traint niet hard genoeg. En hij zegt van, jawel, en ik word... Niet alleen deze situatie, hij voelt ook dat er heel veel spelers soms minder mogen presteren, maar dan wel de minuten krijgen. Ja. Hij zei ook van, ja, ik word vaak als eerste altijd gewisseld, ook als ik een goede wedstrijd. En hij een beetje zegt van, een coach heeft een paar chouchous en al die dingen. Ja, de vraag is, wanneer mocht jij als speler voor jezelf een beetje opkomen en zeggen van, kijk, deze situatie is verkeerd, of wat de coach zegt is niet juist. Of, want we hebben het vaak gezien, bijvoorbeeld ook bij andere coaches, bij Mourinho, die ook zegt van, ja, bijvoorbeeld Luke Shaw staat te zwaar, het is nu toevallig 2 keer United, maar... Er zijn wel situaties geweest van trainers die, of Guardiola recent over Núñez, die zei van ja, Matheus Núñez gaat niet veel wedstrijden spelen, want zijn eerste aanname is niet goed. Ja, wanneer, en dat is een andere situatie, maar wanneer mag een speler wel in dialoog gaan, vind jij dan als speler en als wij als kijkers gewoon? Ik vind dat een dubbele, omdat enerzijds vind ik, het is eerst een Hag die een uitspraak heeft gedaan, snap je? Ja. Dus daar vind ik eigenlijk de coach gooit de speler een beetje onder de bus. Mm-hmm. Ja, dan is de eerste vraag, mag een speler reageren? Ergens vind ik, ja, als iemand me onder de bus gooit, zou ik moeten mogen reageren, snap je? Maar wat ik wel ook vind, en dat is omdat wij veel jonge spelers kennen en ook met veel jonge spelers werken, is, ik vind wel dat jonge spelers, zo wanneer zij kritiek krijgen op hun gedrag, de nieuwe generatie, zij zo zeggen, nee, dat is niet waar. Zij zo niet doorhebben van, nee. Ja, maar wat dat jij zegt, weet je, zij antwoorden en ze gaan zeggen van ja, maar ik heb toch gewoon geantwoord, ik heb niet slecht gesproken of zo. Ja, maar tegen een generatie die dat niet gewoon is, dat jij op alles antwoordt. Soms moet jij gewoon luisteren en zo. Dus ik denk daar zo'n beetje een ding is van, ze herkennen niet goed wat voor anderen misschien wel een gedragsprobleem is en niet een gedragsprobleem. Maar aan de andere kant vind ik, Ten Hag heeft hem wel eerst onder de bus gegooid. En ik snap wel, als jij, snap je, jij zit thuis. Ja. Jij kijkt naar de wedstrijd, persconferentie. Mm-hmm. Jij hebt niet eens gespeeld, jij zei daar niet. Er wordt ineens over u gezegd, oh nee, babababababa. Oh. En je zit thuis. Ik kan snappen hoe je hoofd heet. Ah, weet je wat? Insta, papa, post. Ja. Dus het is niet juist, maar ik vind niet dat één partij meer gelijk heeft dan de andere in die situatie. Dus ik ga een kijkersvraag ineens voorlezen van Scovi M4. Hij heeft dus een kijkersvraag gestuurd via Instagram. En hij zegt, hoe ga je om met een coach die je niet mag of een voorkeur heeft voor een concurrent? En ik ga eerst naar Derek. Gewoon blijven werken.
Want als je erop ingaat, ga je jezelf verliezen. Dat is het probleem. Mm. Dus dat is het ding. Je moet die kunnen overtuigen op een of andere manier op veld. Ja, want je moet weten van, hij mag mij niet graag, maar je kwaliteiten gaan altijd bovenkomen als je beter bent dan de anderen. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik denk dat heel veel voetballers daar een beetje een probleem mee hebben. Is van, ja, maar ook jongere voetballers. Voetballers zijn, gooien ook te snel, of jonge voetballers gooien te snel, de coach mag mij niet. Mm-hmm. Snap je? Maar ik geloof ook wel, wat Derek zegt, broer, als jij beter bent dan die anderen, ja, dat kan een week duren, twee weken duren. Maar als je echt beter bent, dan ga je spelen. Of hij je nu mag of niet, ga gewoon spelen. Die ga je sowieso inzetten. Die gaan niet om u kunnen gaan. Dat gaat sowieso. Maar ik denk dat er wel zo vaak situaties geweest dat je denkt van, ook al presteert die guy niet en ik werk met kapot. Maar dat creëert jij zelf. Oké. Okay. Dat creëert jij zelf. Want jij maakt een vergelijking tussen u en die guy. Dus dat die guy automatisch wint. Dus dat moet je ook vermijden. Ja, dat moet je ook vermijden. Je mocht je nooit vergelijken met elke concurrentie. Oké. Okay. Ik zeg van, jij bent sterker, we zullen zien. Ik ben sterker. Blijf eens bij jou. Wie is je MVP van dit weekend? Ja, Oli Watkins. Waarom? Van Aston Villa. Die heeft, denk ik, tweede speler van Aston Villa met een hat-trick. Mm-hmm. Na zoveel jaren. En die hebben een heel goed match gespeeld. Maar ik denk ook dat Brighton wat moe was. Shaken, van de Europees. Man. Fuck Brighton, man. Ze klappen mijn club. Hoezo? Broer, ze klappen mijn club. Die spelen mooi voetbal. Ja, niet? Ja, spelen goed voetbal. Ze klappen mijn club en na twee weken daarna ze liggen kontje op de vloer. Europees gespeeld. Nee, maar dus, wees dan niet gewoon om zoveel matchen te spelen. Verlies goed. Verliezen is drie keer op een rij. Waarom moet je tegen ons winnen? Dan dus? Dit is peak United trauma. Dit is peak United trauma. Ik ben nu gewoon Portugal fan, man. Maar we zeggen nu allemaal van, ja, Brighton, hè? Brighton speelt soms heel goed, soms heel minder. Ik denk dat zij vooral altijd 100% spelen en daardoor heel veel risico hebben. Maar aan de andere kant is, Aston Villa is gewoon kapot hard. Ja, Aston Villa is goed, maar iemand zei ook op Twitter, en ik ging een beetje akkoord mee, maar er is geen grijze zone bij Brighton. Oftewel is het gewoon, ja. Brighton en is zwart. En denk wel, een ploeg dat ambieert om meer Europees te gaan spelen en echt die aanzet te maken met de top 6. Maar ik weet niet of dat zij dat ambiëren. Ik denk het wel. Dat is wat wij ervan hebben gemaakt. Vind ik. Maar ik vind dat de Zerbi, dat is wat het publiek ervan heeft gemaakt. De Zerbi heeft ook zelf gezegd van, we willen voor Europese plaatsen spelen. Ja, maar elk Europese jaar. Plaatsen in de Premier League is tot top 8, top 9. Ja, maar oké, top 6 ben je zeker. Ja, maar eigenlijk... Als je in de top 6 bent, dan weet je van, ik speel sowieso Europees. Ja, maar als een Brighton zegt, wij spelen voor de Europese plaatsen, is het eigenlijk tot top 8. Ben je zeker nu bij Conference League. Snap je? Ja, maar ik denk wel... Dus, hoe ik het zie, is het spelen voor Europa League en dan als de Champions League kunnen stelen, zoals Newcastle, dan doen ze dat. Maar ik zie ze niet. Ik zie ze. Of ik denk dat ze wel ambiëren om die. Ik zie dan een Aston Villa. Ik zie Aston Villa hoger dan hun eindigen. Denk je? Ja, want. Ik zie nog een diepje gebeuren bij Aston Villa, man. Want dat is die hebben een kern, hè? Die hebben een kern. Ja, als je dat diepje gaat komen, kunnen ze. Maar ook hetzelfde. Wat Derek zegt is van ze spelen. Dit is ook weer voor hun weer Europees. En oké, de coach weet wel hoe dat in elkaar zit. Want hij is de master van Europa League, dat weten we. Maar voor die spelers nog steeds nieuw. En wat ik altijd zie met Emery is... Emery. Ze spelen goed voetbal. Maar het is altijd zo'n beetje geautomatiseerd. Zo. Het is allemaal een beetje zo'nzelfde patronen. Het is maar Emery... Ik vind Emery ten opzichte van De Zerbi... Mm-hmm. Emery kan een ploeg wel... Hoe hij speelt, hij kan dat wel aanpassen aan zo de toppers. Mm-hmm. En aan de teams die zo... bijvoorbeeld een City, een United. De Zerbi, ik weet niet of dat tegen al die teams gaat kunnen aanpakken. Ik denk dat hij gewoon één lijn. Hij doet één lijn. Het is gewoon opbouwen. En als het niet lukt, dan ga je inderdaad wedstrijden krijgen waar dat een coach zo, die slim is als Emery gaat dat doorhebben. En zeggen van, we gaan nu zo'n Want zes. Dat is crazy, man. Alex, wie is MVP, man? Luis Openda. Waarom? Heel goed begonnen bij Leipzig. Hij is een beetje mijn MVP door ook gewoon de voorbije jaren. Ik heb het gevoel van altijd de juiste keuzes gemaakt, altijd het juiste stapje omhoog. Nu bij Leipzig ook, hij heeft 6 wedstrijden, 4 doelpunten, 2 assists. Tegen Bayern nu ook gescoord en ook een assist, denk ik, maar gescoord weet ik zeker. En hij is gewoon goed bezig, man, goed aangepast. Maar hij is niet de enige bij Leipzig, want zo Xavi Simons en zo, iedereen is daar toegekomen en meteen beginnen scoren. Hij heeft ook een assist met op Luke na die corner. Ja, toch? Heeft hij gekocht, dus goal-assist tegen Bayern. Maar vooral gewoon zo de... Ja, geen aanpassingsperiode nodig, man. Gewoon gekomen, zelfde type voetbal. Mm. Betere ploeg dan Lens. Je stuurde een berichtje en je zei spitsen scoren overal. Ja, dat is zo, voor mij is dat een echte spits, snap je? Top spitsen, ja. Ja, voor oké, maakt niet uit op welk systeem wij spelen, maakt niet uit. Scoren ga ik doen, snap je? En dan zullen we wel zien of ik ook wel echt impactvol ga zijn in het spel en voor het team.
En voor mij is Openda zo het bewijs van, ja, weet je, Nederland heeft geprikt, Frankrijk heeft geprikt, Duitsland nu, hij prikt, nationale ploeg, hij prikt. Ja, broers. Ja, ik weet nog dat er een vraag was in het begin van allee, dus begin van deze maand, dus begin september, had hij de vraag gesteld van welke club had de beste transfers gemaakt en dat we allemaal een beetje Leipzig een beetje zijn vergeten. Want we zeiden toen een beetje AC Milan, maar als je kijkt naar Leipzig ook gewoon, ik zou Simons gaan halen, uitleenbaas, dat weet ik, maar Openda, ze hebben Guardiola verloren, ze hebben een paar speels toegevoegd en je ziet wel meteen, ze proberen mee te doen aan de top van de Bundesliga. Hype, hype. Supercup gewonnen. Ja, maar het is hype, maar ze doen het wel altijd. Champions League ook gewoon. Maar ze doen het met jonge spelers wel, snap je? Ja, jonge talent wel spelers, maar dat is zo, dat diepje gaat komen. Ja, hardcore. Nee, dat sowieso, want het zijn jongere speels. Maar ze hebben wel goed. Ze gaan op een bepaald moment zakken, dat sowieso. Maar het spel dat ze leveren en ook gewoon voor waar zij eigenlijk moeten zijn, een feederclub, doen ze het wel heel goed, vind ik. Ja, dat vind ik ook wel. Dus ik vind wel dat ze het daar heel goed doen. Mijn MVP van dit weekend is Elon Musk, man, by the way. Waarom? Omdat, het is ook een negatieve MVP. Ik denk dat dit de eerste negatieve MVP is. Maar Elon Musk heeft dus nu, als je op Twitter verified bent, kun je uitbetaald worden, toch? Dus je kunt nu een bedrag krijgen voor een aantal impressies. Ja. Dus nu denkt elke persoon die verified is en die een mening heeft over voetbal, dat we elke mening moeten horen en moeten lezen. Okay. Er zijn nu dus heel veel mensen in voetbal Twitter. Ja, er zijn heel veel mensen op voetbal Twitter die een mening uiten. Waarvan één, bro, je gewoon achterlijk bent, broer, en dat boeit niemand wat je zegt. Maar dat begint mij echt oprecht te storen, hoeveel mensen echt gewoon voor kliks shit gaan posten over voetbal, en ook andere dingen, maar shit gaan posten over voetbal. En ik zie het steeds meer en meer en meer en meer gebeuren. En ergens vind ik het wel goed, want oké, je kunt wel jonge opkomende mensen, en misschien is dit meer een culture talk, maar boeien. Kan je opkomende mensen, of mensen die populair zijn op hun socials, daar kunnen gaan converteren naar geld. Maar tegelijkertijd vind ik het zelf jammer dat we nu dingen gaan zeggen puur voor sensatie, puur om die kliks te gaan krijgen. En dat is heel voetbal, Twitter, cultuur een beetje aan het verpesten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit het onderscheid heb gemaakt tussen vinkjes of niet. Mm-hmm. Ook bij zo sportmensen die ik volg. Ik heb gewoon altijd zo dingen van, ik herken hem. Mm-hmm. Zijn mening fuck ik mee. Maar al de rest laat ik gewoon een beetje voor mij voorbij gaan of zo. Mm-hmm. Dus ook voetbal, Twitter vermijd ik eigenlijk. Allee, dat, bij mij komt alleszins niet echt voorbij of zo. Nee? Nee, man. Oké. Dan gaan we ineens verder naar de wedstrijden van dit weekend. We hebben drie wedstrijden gezien en we starten meteen ineens met Club Brugge tegen SCVV. Omdat SCVV vorig weekend zonder 3-0 voor tegen Genk en 3-3 gespeeld. Club Brugge, normaal gezien een ploeg dat meedoet aan de top, ook een moeilijke wedstrijd gaat midweeks in de Europese competitie. Nu hebben ze gespeeld tegen SCVV, een gelijkspelletje. Thuis. Thuis, inderdaad, een gelijk spelletje. Maar wat ik wel leuk vond bij Club Brugge is van, ze hadden zo heel veel routines, heel veel patronen. Ja, heel veel patronen die vast terugkwamen. Ja. Het was een voorzet, afleggen, schot van tweede lijn. Het is een voorzet. En dat ook het doelpuntje van Skov Olsen bijvoorbeeld, een voorzet, tweede paal, afwerking. Dus dat vond ik wel een beetje leuk aan Club Brugge. Maar ik wou het een beetje vragen aan Andy, wat vond jij van Club vandaag? Hij vond dat niet leuk. Nee, ik vond dat niet leuk. Dat zijn vier patronen. Dat jij weet letterlijk wat er gaat. We waren aan het zeggen. Wat gaat er nu gebeuren? Je zegt Van Aken, je geeft dat links. De Kuiper aan de andere kant. Skov Olsen, wat probeert hij naar binnen? Vat Niamas. Journaal tijd heb je door wat er gebeurt. Als de centraal man, jij weet, ze gaan naar links. De Kuiper geeft een voorzet. En Djudlaga moet proberen te koppen. Vriend. Niemand kan even individueel, ik weet niet wat doen. Maar is dat niet wat Zinkernagel normaal brengt? Dat hij net zo'n beetje die X-factor. Hij staat vast. Waarom? Njilla? Nee, maar je speelt tegen Sint-Truiden. Jij weet Sint-Truiden spelen, die spelen al 15 jaar met 5 van achter. Die spelen van het jaar wel goed. Huh? Die spelen wel dit jaar, goed. Ze zijn goed gestart dit jaar. Ze zijn goed gestart. Ik doe daar niet aan. Maar die zijn goed gestart, ik doe daar niet aan. De start maakt niet uit, is waar je eindigt, dat belangrijk. Ja. Dus ik heb dat geleerd vorig seizoen. Nee, jullie hadden een heel goed jaar. Wow, yeah. Wat was het 8 punten voorstaan? En dan hey, kijk, dat is niet belangrijk. Nee, maar club, weet je, ik ga echt niet liegen, maar ik vind deze club echt niet goed, man. Nee? Zo. De waarde van club, wat dat moet zijn. Ik vond ze leuk spelen, maar ik vind het grappig. We hebben een heel andere wedstrijd gezien. Hè? Maar, vond ze leuk spelen. Ik hou ervan. Weet je wat het ding is? Vaste patronen en zo. Hè? Ik ben club misschien 3 weken echt naar de wedstrijd aan het kijken. Ja. Ik zie constant hetzelfde en dat irriteert me. Maar het werkt. Want ze prikken. Ja, maar... Ja, nee, want we hebben de wedstrijd niet vandaag. Oké, vandaag. Maar de vorige wedstrijd hebben ze ook wel een goed pakken. Ik denk... Tegen Genk hebben die niet... Nee, oké, maar Genk andere verhaal, snap je? Eerst, jongen. Geen ander verhaal. Ik denk Brugge. Ik denk, enerzijds denk ik dat dat wel goed is. Dat je die patronen ziet. Omdat je door hebt van: oké, dit is waar we naartoe gaan. Dit is wat we willen zijn. Ze hebben een goede kern. De voorspelbaarheid. Ja, maar
ik ga dat elke week zeggen waarschijnlijk, hè, maar je moet gewoon goed staan in de playoffs en dan, snap je? Ik heb liever, want uiteindelijk, als je, naar al, als je nu naar de top 6 kijkt, hè, de 6 ploegen die we in de playoff 1 willen zien, staan nu in de top 6. Ja, hè? Ja, want, 5 van de 6. Want ik weet nu niet hoeveel Gent is. 5 van de 6. Want hou oude standaard erbij. Maar de normale voetbalfans, de 6 staan er. Ja, als je dan gaat kijken naar wie van die 6 kan je allemaal nu vandaag zeggen van ah, dit is hoe zij spelen, ze zijn herkenbaar. Is het misschien Union, Gent en Brugge? Ja, 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 maar... Dus op maar Union is een verdere zetting van de vorige. Ja, ja, maar op zich is dat positief dat jij nu 1 oktober al kunt zeggen ah, dit is hoe zij spelen, ze staan al in de top 6. En jij weet van, als Brugge begint te prikken, hoe zij nu spelen, ja, ja, is wel een probleem, snap je? Het gaat mij niet per se... Dus ik weet niet, voor mij is dat niet negatief. Nee, het gaat mij niet per se daarom. Hè. Maar kijk, als je kijkt naar de, niet Brugge van vorig seizoen, maar daarvoor, je hebt zoveel systemen dat je niet wist aan wat je begon voor de wedstrijd. Maar dat is als tegenstander. Je hebt meer gevaar bedoeld. Ja, iedereen wist wat hij moest doen. Ja, maar dat is als tegenstander, vind ik. Ik vind dat ze terug naar die Brugge zijn aan het werken. Ja. Maar, ik denk, ze werken nu in één systeem. Die gaan ze fijn stromen of whatever. Ze gaan die fijn krijgen. Fine-tunen. Fijn stromen, pizza dromen. Dat nee, joh. Dat is tabus. Ze gaan die fijn krijgen en daarna kunnen ze waarschijnlijk wel gaan roteren door systemen. Maar ik denk ook, als ik dan denk over België onder Martinez, werd ook vaak gezegd: er zijn geen vaste patronen. Nee, maar er zijn geen elementen die we kunnen herkennen in het spel. Dat werd er vaak gezegd over België. Het is te veel flitsen van Hazard, flitsen van De Bruyne. En ik neem die informatie mee en ik kijk nu naar Brugge en denk ik van ja, ik zie die patronen dat ze willen doen, ik weet wat ze willen doen, ik heb een idee. En als je dan nu bijvoorbeeld de Kuiper eruit zet, is het Meijer, ongeveer het gaat hetzelfde wat er van gaat moeten komen, hetzelfde als je andere spelers gaat inpassen in die systeem. En niet vergeten, het is maar één speler, maar in dit systeem is het wel een verschil, Nusa is er niet. Ja, hij is wel een speler die... Hij is de X-factor. Ja, hij is de X-factor. Hij is wat Noah Lang ervoor was. Hij heeft die actie, hij kan buitenom, binnenin. Hij is wel die X-factor en als hij er is... Ja, dan heb je en Nusa, en Zinkernagel, en Skovolsen bijvoorbeeld. En begin je wel meer zo die X-factors te hebben. Dus ik denk dat het spel van Brugge nu meer is van wij moeten hun in die positie krijgen. En dan moeten zij een beetje die gekte brengen, snap je? Maar mijn probleem dan is, en dat is gewoon waar ik me aan irriteerde vandaag. Dat is zo van, we zeggen vaak van, je speelt. Eigenlijk is het een soort van probleem. En je moet een oplossing zoeken, oplossing is om naar het doelpunt te gaan. Hè? En voor mij was het zo precies van... We blijven eigenlijk circuleren rond hetzelfde. En dat gaat wel vallen. Oké, Skovolsen scoort. Maar voor de rest speelt je eigenlijk voor mij apart geen goede wedstrijd of zo, snap je? En daar heb ik zoiets van, ja, je hebt inderdaad gelijk als je zegt van het belangrijkste is dat ze in die top 6 zijn en zo. Maar ik heb nog wel zoiets van, die punten moeten ergens wel gehaald worden, snap je wat ik bedoel? Ja, maar... En zeker tegen STVV, en het is niet van dat ik kan onderschatten, maar het is juist tegen zulke ploegen dat je moet profiteren om de punten te pakken. Dat vind ik ook, thuis moet jij winnen van STVV. Maar dat is wat Dirk zei, STVV is goed gestart, dus heeft STVV dit jaar bewezen dat ze dan een moeilijke ploeg zijn. Want ik kan me wel herinneren dat STVV normaal op dit moment was. Wel. Hè? Ja, want die 3-3 is op Genk, nu is het 1-1. Zonder wel 3-0 voor, daar schande. Ja, maar de vraag is, zijn ze een moeilijke ploeg, ja of nee? Ja, als je op Genk 3-3 doet en op Brugge 1-1, kan ik ervan uitgaan dat je een moeilijke ploeg bent. 4 doelpunten van Koita, by the way. Ja. Dat was even mijn spoorzaam moment. Wat vind je van STVV dit jaar, man? Goed, ze zijn goed bezig. Ben ik van verschoten. Maar zeker Koita, die is nu echt aan het pieken. Ik ben super blij voor hem. Maar ze missen nog een beetje te veel kansen, man. Maar ze durven ook voetballen. Ze spelen echt voetbal. Van achteruit met die jonge gasten. Dat soort project dat ze wel gebruikten. Die spits is Kaya, heet Kaya. Ik heb zo 2-3 keer gehoord dat van... Ah, Asje. Nee, dat is niet Onur. Onur was vroeger, broer. Ah, zie, dat is niet Onur, leugenaar. Dat is Onur Kaya, broer. Nee. Onur Kaya, broer. Onur Kaya is generatie van de Borre, broer. Wat praat jij, broer? Onur Kaya is... Hij is echt een leugenaar, deze man. Broer. Onur Kaya... Je zoek eens op. Alsjeblieft, selectie van... Dat is niet Onur Kaya, broer. Onur Kaya... Oh, zo zeg je nee, broer. Dat is je taak, broer. Ik zeg tegen hem, opzoeken. Hij zegt tegen mij nee. Ja, maar dat is niet Onur Kaya. Fatika, ja. Taket, dat is zijn tweelingbroer. Oh, Freddy heeft iets te zeggen. Freddy, je hebt een weetje of je wou iets meedelen? Ja, steeds dit jaar doelpunten voor Club Brugge 22 en doelpunten tegen 9. En als ik nu goed kijk, hebben zij het meeste doelpunten gemaakt deze competitie. Snap je? Dus? Dan die patronen, broer. Nee, dat telt niet, want ze hebben... Als je 8 keer tegen RWDM scoort, bro, doe normaal. Net zeggen, ze hebben 18-0 gewoon tegen RWDM. RWDM is een grote club, hè? Wat? RWDM is een grote club, hè?
RWDM een grote club. Ah, ja? Dus wat, als je echt keer spreekt tegen RWDM, mag je toch? Ja, bro. Nee, we gaan niet. We gaan scoren vermogen van ploeg nu niet eens afnemen. Want wij zeggen altijd tegen clubs dat ze niet genoeg punten. Nee, tuurlijk. Dus dan mag je props geven aan Ronnie Taylor. Ja, maar... Dus gewoon, hij staat daar even later. Je mag props geven. Nee, Lifuni had een slechte dag. Lifuni. Wie? Wie is Lifuni? De keeper van RWDM. Ah, de Fourni, dat Tayak. Fourni, nee, maar hij doet al 2-3 weken Tayak. Hij bedrijf, man. Dat kan niet. Ik ben al een keer niet kwijt, alleen. Hé, broer, het is zo'n show. Dat kan niet. Ah, putain. Zal het de Fourni, man. Hij is een goede keeper, hij is een goede keeper. Zal het RWDM, maar goeie. Dat kan niet. Iemand had een vraag gestuurd op Twitter. Lorenz Streff, en dat zijn er puntjes op, dus uw naam is niet volledig. Streffer. Streffer, blijkbaar. Welke ploeg verrast tot nu toe het meest en maakt kans op 1 of 2? In België? Ja. Ik ga het blijven zeggen, elk jaar opnieuw Union. Union, ja. Oké. Okay. Zij verrast het meest? Elk jaar Union. Nieuwe coach. Nee. Elk jaar nieuwe coach, nieuwe spelers. Ze staan. Dan is dat niet verrassen. Dat is niet verrassen. Dat is verrassen. Nee, dat is je verwacht het. Ja, maar nee, het. Niemand verwacht dat die het zo goed blijven. Jawel, jawel. Dit is uw recept, bro. Ze doen dit. Ja, nee, man. Ja. Jawel, voor bro. Mij is dat... Oké. Voor jou niet, voor mij wel. Wat nu? Voor mij is dat een verrassing. Oh, wow. Ja, oké. Okay. Oh, is alles een debat in deze show? Oei, ja. Het is een voetbalshow. Ja, maar... Het is een podcast. Als er geen gesprekken zijn, zeg je kom, fuck iedereen, ciao iedereen. Er moeten gesprekken zijn. Nee, Gent, man. Broer. Gent. Gent? Ja. Waarom? Ja, voor mij ook. Gent, Gent. Want normaal gezien, Van Hazenbroek en zo, kamikaze voetbalbroer, is kapot lelijk om te zien. Nu zit. Nee, dat is altijd hetzelfde. Drie ja, van achter, twee van voor. Ze spelen altijd hetzelfde. Ze spelen vier mensen. Ja, ze spelen vier mensen. Ja, dat is het ding. Doe je huiswerk. Watanabe. Nee, doe je huiswerk. Watanabe. Ja, dat denk ik. Ik kon hele voetpapa. Ja, ja, man. Stand, man. Nee, verrassing. Nee, voor mij blijft Union verrassen elk jaar. Ah, nee. Of andere ploeg. Maar zij spelen niet voor één of twee, maar RWDM. Omdat zij die coach buiten smijten. Voor mij is dat geen verrassing, man. Zij kopen spelers, allez, ze halen spelers van Lyon. Jij weet niet wie mag blijven, wie door mag stromen. Mm-hmm. Ineens komt er een Braziliaan coach. Jij weet niet wat er gaat gebeuren. En ze zijn gewoon eigenlijk stabiel, man. Mm. Dus dat. Ja, man. Allee, ga in debat. Iemand is nog iets te zeggen over... nog iets te zeggen over Brugge, STVV? Over Brugge, STVV. Ik vond Van Aken niet goed voetballen, man. Ik vond... jij zegt vaak dat hij zich verstopt in wedstrijden. Ja, maar... En vandaag had ik echt... Maar tegen wie staat hij op? Dat is mijn probleem met Van Aken. Maar vandaag had ik echt dat gevoel van... Oh, tegen Gent? Ik heb dat niet gecheckt, bro. Jij weet, ik kijk niet zo... Toen had je gescoord, dat... Nee, kijk. De wedstrijden dat ik kijk van Club Brugge zijn meestal de toppers en Europees. Ik begin me af te vragen... Europees begrijp ik. Ja. Maar dat je in bepaalde toppers en zeker play-offs... De play-offs, hij doet zijn dingen. Hij scoort altijd. Ik denk ook dat hij voor Brugge, denk ik, een van de meeste doelpunten heeft gescoord in de play-offs. Ja, sowieso. Dus in play-offs doet hij zijn ding. Hij prikt. Maar wat ik van jou verwacht, Hans Van Aken, je goed aan de voeten, broer. Soms word je gedubt als metronoom, bro. Kom die bal. Maar ik denk dat zijn scorend vermogen echt veel doet, man. Nee, maar dat is het ding. In alle wedstrijden kan hij wel zo altijd, ja, hij kan wel zo altijd goed voelen van ah. Ja, dat is het moment. Nee, maar ja, dat is ook misschien een van de redenen waarom hij soms verdwijnt. Want zo'n types moet je een beetje vergeten in de wedstrijd en dan op dat moment opduiken. Maar ik denk gewoon, Hans Van Aken, hij is international geweest, meegeweest naar het EK. Ja. Is de voorselectie van het WK. Heeft ook gewoon heel lang met Brugge gespeeld en kon de stap maken naar het buitenland. Ik wil dat je op een bepaald moment zegt van ik ga die bal opeisen, want ik ben de beste speler bij Brugge. Hoe kan het zijn dat Hans Van Aken over de laatste jaren dat we steeds praten over ah nee, hij is de beste speler van Brugge. Hij is de beste speler van Brugge. Terwijl dat hij eigenlijk de beste moet zijn. Dat is een beetje dubbel, want ik denk wel dat hij dat statuut heeft in België waar elke ploeg zoiets heeft van ah, we moeten hem uit de match halen. Ik denk dat hij wel elke wedstrijd met dat speelt. Maar we hebben het afgelopen 2 jaar gezien met Noah Lang en die kon zich wel meer een stempel opdrukken. En het is een iets hogere rol, het is iets meer aanvallend, het is iets meer doelpunten en assisten, dat begrijp ik wel. En ik mag niet verliefd worden op die stad. Maar ik heb wel het gevoel van, er zijn andere spelers bij Brugge geweest die wel meer gaan zeggen van oké, weet je wat, ik pak de bal nu en ik ga iets laten forceren of ik ga iets laten gebeuren bij Brugge. En hij is meteen een actiemaker, maar het kan zijn met een pass, het kan zijn gewoon de bal laag op te halen en proberen die opbouw te gaan verzorgen. Vind ik, hè. En dat vind ik bijvoorbeeld nu met Zinkernagel komt erbij en hij geeft wel die weer zo die X-factor. Maar is dat niet gewoon, ik denk het, hè, puur omdat Zinkernagel erbij is gekomen, dat dat meer zo is dat hij zich gaat verstoppen? Omdat Zinkernagel echt wel die, hij krijgt die freedom, man. Hij mag echt letterlijk staan en gaan waar hij wilt. Maar Hans moet die guy zijn. Ja, maar... Dat weet ik niet.
Nee. Dat weet ik niet. Als je echt technisch gaat vergelijken... Zijn kwaliteit. Maar technisch gaat vergelijken, nee, zeker Nagel is erboven. Maar hij moet niet echt maar dribbelen voor mij. Hij moet geen acties maken. Dan moet je echt maar dribbelen. Wat verwacht je van hem? Kom gewoon die bal ophalen, speel in de flank en maak dan je looplijn. Snap je? Maar kom niet, genre, je bent een ghosten, broer. Je laat andere mensen bal ophalen, en je dikke laat je bal ophalen. Vroeger was het balant en zo, broer. Nee, waarom die bal ophalen? Ik vond Mats Rits, ik vind zijn naam echt moeilijk. Ja, ik vind dat moeilijk om uit te spreken. Ja. Ik vond hem bijvoorbeeld bij Brugge ook wel zo vaak iemand die zegt van ik ga de leiding nemen op dat middenveld. Maar ik weet niet of dat de rol van Naak is, man. Want ik zou ook denken wel, als hij de bal nog lager moet komen ophalen, dan moet je misschien de keuze maken, wil je hem zo laag of wil je hem meer in die 16? Ik denk niet dat hij beide 90 minuten kan doen, snap je? Ik denk dat wel. En dan denk ik, heb hem eigenlijk liever in de 16, want hij komt wel veel wedstrijden. Ja, hij prikt wel. Maar toen hij dat deed, dat was toen Vormeren nog was. Iemand die... Infiltreerde. Iemand die in die eerste fase kan komen. Hm. Hij kan in de eerste fase komen en dan zeggen van oké, wanneer we gaan omschakelen, dan wat hij een Rits deed bijvoorbeeld, of een Vormer deed, daar kan hij inderdaad verdwijnen en dan opduiken in die laatste zone. Hm. Maar ik vind dat hij te veel... enkel opduikt in die laatste zone. En als je hem dan niet vindt, ja, dan is het 9 minuten goal. Maar misschien is dat wel vergeten. Misschien is dat ook gewoon gevraagd door de coach. Hè? Ja, dat kan wel. Ja, dat kan. Maar jullie hebben niet samengespeeld, of wel? Nee. Jij was voor hem. Ik was weg, ja. Wist je al van hem toen? Nee. Verbaasd van zijn carrière tot nu toe? Nee, hij heeft een goede carrière. Hij heeft kwaliteit, hoor. Maar bij Lokeren is hij volledig doorgebroken. En dan is hij bij Brugge en dan... Maar ik heb die niet echt niet persoonlijk gekend. Maar vind jij zelf niet dat hij te lang is gebleven in België? Voor de stappen hij kon maken? Kon. Maar is zijn carrière slecht? Nee, dat zeg ik niet. Maar vind je niet dat hij... Ik vind van niet. Ik ben met jou, hoor. Ik vind van niet. Nee? Hij zit bij Brugge. Ah, ik weet niet, man. Hij is thuis. Maar hij speelt elk jaar voor de titel. Hij speelt alle matchen. Hij speelt, ja, inderdaad, zoals je het zegt. Bancho. Dat is niet hetzelfde zoals... wie ik ook heel onderscheid... Olivier de Schecht niet zo. Carrière bij Anderlecht. Maar ik vind dat hij zat goed, vind ik. Ik denk dat Hans nog een stapje hoger kan. Wat? Bon. Maar dat, bon. Weet je niet, dat weet jij niet. Ah, Serie A of zo, bro. Ik denk dat je klapt in Serie A. Ah, dat moet je klappen. Dus dat wij te veel hebben, denk je in België zo van, ah, je moet naar buiten. Ja. Dat vind ik, hè. Vind ik persoonlijk. Ik heb nog een kijkersvraag van HS_MJ_7. De vraag was, heeft Bilal Elkanous zijn stempel bij Genk gezet of niet? En zo ja, in welke competitie zien jullie hem? Kijk, Bilal. Hij is aan het zetten. Ja, Bilal, die nummer 10. Ja, ja. Hij is aan het zetten. No, Bilal. Ja? Als ik Arabisch kon. Zie je een groot verschil van zijn spel tegenover? Ja, hij is meer patroon te worden. Tegenover verleden jaar. Denk je dat dat toch ook die Mayo is, die nummer 10? Dat hij dat durft vragen ook op bij die leeftijd. Nee, het durft, ja, vragen, durft bij dat die, vragen, ja. Bij die contractverlening. Ja, durft dat, dat is logisch, ja. Ja, maar hij heeft het wel laten. Ja, maar hij heeft ook, we hebben die met Marokko gewonnen met onder 23. Ja, ja. Dat heeft hem nog meer vertrouwen gegeven. Hij is gewoon van... Hij heeft een WK gespeeld. Ja, snap je? Ja. Maar het ding is, en eigenlijk vind ik persoonlijk dat hij ook door Wouter Franke is, die speelt hem niet echt uit als 10 nu. Genre meer zo de aanvallende... Maar echt is, waardoor hij zo... een beetje meer kan doen in de zin van meer als wat vorig seizoen. Het vorig seizoen was meer van, kijk, je krijgt de 10-rol, ofwel speelt je aan op de flanken, maar dat was sowieso heel, heel basis. Zo van, hup, verdelen, papapam. Nu is het meer van, weet je... Draag het spel. Ja, dirige. Maar dat is ook wat Wouter Franke zei begin van het seizoen. Van, kijk, ik heb een gesprek gehad met Bilal en hij zei van, ja, hij wijkt te veel uit. Ik wil u meer in de centrale zone. Ja. Van, we gaan dit jaar werken om zijn stats omhoog te gaan krijgen. Maar ik denk ook gewoon, het is een beetje een geschenk dat Brian Heijnen even uitviel voor Genk, want hij was wel de persoon die altijd wel infiltraties maakte. Ja. Dus dat was even een vraag van, oké, je had middenveld Rozovski, dan had je Aziz of elke andere speler die daar op middenveld kwam ingaan, Galarza. Ja, dan moest iemand wel zijn die even zegt van, oké, die productiviteit op het middenveld, er moet iemand dat brengen. En nu is het Elkanous ook iemand, weg. Ja, het is ook weg, dus nu moet er iemand nog meer doelpunten en assists gaan afleveren. En je ziet wel een switch in dat spel, iets meer ook... soms dat schot durven nemen, dat wat hij bij de jeugd deed en iets minder deed vorig jaar, vond ik, in de Pro League. Begint hij wel iets meer te gaan doen, dus ik ben wel blij met de stappen die hij omhoog heeft gezet bij Genk dit jaar. Maar ik denk wel, als hij assist en goals toevoegt, statistieken, want we hebben nu gezegd, Van Aken heeft misschien de juiste keuze gemaakt om te blijven, maar bij Bilal weet je eigenlijk, ja... Ja, hij is loest. Omhoog gaan, is gone. Ja, maar hij was sowieso gone, denk ik. Hoe dat hij zijn contract hebben gecommuniceerd, van...
ja, hij blijft nog zeker één jaar. Hij blijft zeker nog één jaar. Dan weet je eigenlijk van, Sebia, we gaan dit jaar nog Europees spelen. Het was bijna niet gelukt. En dan gaat hij natuurlijk daarna die. Maar de vraag was, in welke competitie zou hij moeten spelen? Ga niet naar Engeland. Spanje. Ja? Ja, Spanje. Ja, ja. Ga niet naar Engeland. Getafe Spanje. Of zo. Oh. Jij bent dom. Jij bent dom. Nee, maar zijn gifleren? Nee, maar je mag gewoon gifleren, hè. Denk je dat je direct naar een top 4, top 6 kan spelen? Sevilla of zo. Ja? Denk je? Ja. Interessant. Maar Sevilla daar ook met Marokkaanse spelers, dat lukt wel daar. Ja, dat kan wel belangrijk zijn ook. Kun je niet misschien Bundesliga of iets? Ja, Bundesliga zie ik hem ook nog. Petit Leipzig. Bundesliga gaat meer volume krijgen. Ja, daar gaat meer volume. Maar hij heeft ook een body kwijt. Weet je, bij wie zou best in de Bundesliga Leverkusen? Zo de Leverkusen ja. En als Wiers weggaat, Wiers gaat weg en hij gaat in de plaats, denk je het ook. Denk dat in die rol, in die rol, ja. Xabi Alonso, het zit eruit, raket en een seizoen. Ja, dus hij moet oppassen, snap je? Ik denk gewoon Leipzig, je weet, je zit op een trajectoire van 3 tot 5 jaar. Je gaat gewoon playen, Champions League links-rechts, en dan denk ik dat hij daar ook goed zit. Dat is grappig, hè, want normaal zouden we Ajax zeggen, maar die optie is gone. Ja, ja, maar ik denk ook dat wij... Die optie is gone, en het... so stuck. We hadden het een aantal weken geleden besproken, maar ik denk dat die... Ja, wij hebben het gevoel dat die gap kleiner en kleiner aan het worden is. Ja. Tussen België en Nederland. Hè? En ik denk ook dat hij echt een hoog plafond heeft. Hij heeft ook want jij hebt in beide competities gespeeld. Ja, België is veel moeilijker, vind ik. Ja? Nederland is veel opener. Maar vind je dat wel bijvoorbeeld dat die stap dan van Nederland naar Belland kleiner zou zijn? Ja, dat is veel kleiner. Omdat die open spel hebben, dat is veel aantrekkelijker. Okay. België is niet mooi om aan te zien. Dat is dus... meer duels, dat is gesloten. Want ik denk, ik vind dat heel veel Belgische spelers succesvol zijn in het buitenland, puur door hoe onze competitie naar kan. Ja, voilà. Ja, ze zijn klaar. Ze zijn klaar, ja, zoals je het zegt. Mm-hmm. Ze zijn klaar. Dus ja, Alcanous, zo'n beetje league aangevallen. Maar league is nog een stap voetbal... Voetbalniveau van Ligue 1 is wel nog een stap hoger. Maar Bilal in Ligue 1 zou hard zijn. Bilal in Ligue 1, broer, ik teken, hè. Jawel, man. Bij een ooit goede Marseille wel. Zou ik nee, dat is de enige ploeg die ik niet aanraad. Bij een goede Marseille. Die ik niet aanraad. Marseille. Kijk, Marseille Velodrome, gaan een wedstrijd zien? Takkes. Maar broer, die daar tekenen, broer. Hey, broer. Eén slechte wedstrijd, broer, ze gaan je banden plat steken en zo. No. Maar zo'n Nice. Ja, Côte d'Azur. Ja, Nice, ja. Ah, Côte d'Azur, Nice, al die dingen, snap je? 25, 30 graden, mooi voetbal, mooi stadion, dit, dat. Dat is wat ik zou doen. Ik ga even een transitie maken naar onze factchecker van vandaag. Oh, Freddy. Oh. Jij, Freddy Hazard. Je hebt een weetje voor ons. Ik heb er verschillende. Hij heeft er verschillende. Damn. Ja, dus ik ben gaan opzoeken sorry, op welke dag dat Derek zijn debuut heeft gemaakt. Oké. Okay. En dat zou zijn geweest op... 10, op januari, 1 januari 2012, hè, voor Lokeren. Dat was dus een zondag, 11 jaar geleden en 8 maanden en 29 dagen. Lokeren. Lokeren. Ah, toch, wacht. Volgens Transfermarkt. Wacht. 1 januari 2012 stond er. Volgens Transfermarkt. En wanneer ben ik naar Genk gegaan? Ook januari? Nee, later. 2016 volgens Transfermarkt. Wat? Is Transfermarkt fout? Heb je dat 2017 was ik bij Leuven. Dus Mike. We hebben Transfermarkt gekend. Dat is wat. Nee, dus. Hij zat zweten, ja. Hij zat zweten. Weet je wat? 2013. Check op Wiki. Ik ben beter gewoon in mijn gink. Dat klopt niet. Ah, ja. Freddy. We hebben nu toch die datum. Oké, wat is er op die dag gebeurd? Dus ik dacht, er is eigenlijk heel veel negatief nieuws. Maar in de music charts top dingen waren twee bekende liedjes zeg maar, in de top van die music charts. Hij met TMF dingen geschreven. Dat is van LMFAO. Kennen jullie dat nog? Ja. Yeah. I'm sexy and I know it. En het andere liedje is Paradise, Paradise van Coldplay. Okay. Beste fact-checker. Nee, meed ik mis jou. Kan je nu zoeken? Terwijl dat wij verder gaan, kan je nu opzoeken wanneer hij echt zijn debuut heeft gemaakt? Wiki. Nee, wacht. Nee, maar wacht. Nee, ik ga hem wel een paar even wel beeldshooten. Transfermarkt, bro, het is misschien tijd dat we die website... Ja, we hebben dat lang gehad. Want vorige week ook met Janu zei shit, broer. Ik heb daarna dingen met mij gestuurd, Gio. Mijn hoofd was heet, broer. Die man heeft geen enkel minuut gespeeld dat seizoen. Ja, ik ben het palat. Dus denk, maar het is tijd dat we... Mijn argument was hij in de kern zat. Ja, denk zelfs niet. Denk jawel, zelfs, jawel, dat was u en Tunic, broer. Hij heeft zelfs geen bench, die man is niet erg. Maar dat is wel een goed moment om iets terug te brengen. Transfermarkt,
Koelkast Consultancy, we zijn er nog steeds. Gooi ons een goede fee, maandelijks, en we regelen het voor jou. En dan gaan we dat allemaal fixen en kan onze factchecker beter werk leveren. Maar het is niet zijn fout. Nee, nee. Dat, dit ga ik niet op hem zetten. Nee, het is niet zijn fout. Freddy heeft het gevonden. Ik ben blij. Zeg het dus. Volgens Wikipedia dan. Ja. gewoon elke keer een nieuwe website. Maar dat is goed, dat is goed. Jawel, dus in 2008 zijn debuut gemaakt. Ja. In Lokeren en dan in Genk inderdaad in 2012 tot 2016. Oké. Okay. Is dat juist? Dat klopt. Klopt dat? Ik had nog andere... MTV was uw debuut? Dat is Mons normaal. Oké. Okay. Ik heb nog andere facts. Dus, omdat we het daarnet over Brighton hadden, maar ik had... snap je? Dus Brighton heeft tot nu toe in de eerste 11 volgende wedstrijden, of de 11 gepasseerde wedstrijden, elke keer een tegendoelpunt geïncasseerd. Mm, het Genk van Engeland. Al dat blauw. En Aboubakari Koita heeft 166 wedstrijden gespeeld, 26 doelpunten en 9 assists in totaal. Maar dit seizoen heeft hij in 9 wedstrijden en 7 doelpunten gemaakt. Ja, dit jaar echt... Vorig seizoen niet gescoord, hè? Nee. Zot, hè? Ja, maar het ding is met hem... Nee. Kijk, met hem, met hem is gewoon bingo, snap je? Hij trapt elke keer van 30 meter, ga eentje binnenvliegen. Ja, maar dit seizoen is hij wel aan 7 doelpunten. Weet je waarom? Dat heeft getraind met Hattie, man. Hij had die afwerkingstraining gedaan, nu dit jaar 7 doen. Nee, dat is een proper plug. Dat is hoe een plug zou moeten gebeuren. Ja, maar het gaat naar JB Voetbal, man. We hebben, by the way, met Hattie een 1-2'tje gedaan. Dat kan je nog steeds vinden op ons kanaal. Dus als je op Koekasport intikt 1-2'tje Hattie Akkarom, dan ga je dus die episode vinden. Waarin we dus spreken met Hattie over heel zijn carrière, maar ook dus zijn academie JB Voetbal. Dat is professioneel, hè? En vrij oost, hè? Spijtig dat hij tatoeages heeft, anders kon op tv komen. Weet je dat fix? Coltrui. Sporza, wel bad. Nou, we verder naar de volgende wedstrijd. Een heel leuke wedstrijd in de Premier League. Misschien minder leuk voor jou en Vieux-Père. Maar ja, man, Spurs tegen Liverpool. Een 2-1 overwinning voor Spurs. De laatste minuut een on-goal van Matip. Een doelpuntje van Heung-min Son. Ja, en een doelpuntje van Gakpo, die zich dan beseerde tijdens het trappen. En uiteraard een doelpunt van Luis Diaz. Een doelpunt van Luis Diaz, die mijn FPL kon redden, maar hij heeft het niet gered. Die werd afgekeurd door de VAR. En daarbij was er dus ook een hele statement buitengekomen van de PGMOL. Dat is de arbitragehof daar in Engeland. Zij zeggen, sorry bro, my bad. Dus ja, man. Liverpool werd bestolen, snap je wat ik bedoel? Nee, maar het ding is, kijk. Ik kan nu zeggen, weet je wat, ha, Liverpool en zo, bro. Maar ik denk, elk van onze clubs worden wekelijks bestolen door de VAR in de Premier League, snap je? Déjà, Saudi-Arabië is bezig met speels kopen, ze willen nu ook referees kopen. Je mag die hele, alle referees in de Premier League mag ze hebben. Mag je daarin pikken? Ja. Want dat is waar nu... net voordat we de show begonnen, ik denk een uurtje ervoor of zelfs minder, door de BBC online gezet. Ik heb het op Twitter gezien, op de BBC Twitter-account echt. Dat de refs die in de VAR zaten, 48 uur voor die wedstrijd, een wedstrijd hebben gefloten in Saudi-Arabië. Dus dat is nu zo de hele... Ja, dat is heisa nu. Het was jetlag. Ja, dat is heisa. Ze waren moe. Dat is heisa nu. Maar dat is een probleem, man. En als je dan ook de statement leest, is het... je zegt, het is een human error en al die dingen... maar in Engeland wordt er heel veel vragen gesteld van oké, op een WK zagen we semi-automated offsites, dus half geautomatiseerde offsites, waar dat dus elke software al op termijn al bepalen wanneer het een situatie offside was. Dat hebben ze besloten om dit jaar niet te gaan gebruiken. Ze wilden graag met mensen werken die dus in de VAR-ruimte zitten om daar te gaan oordelen over situaties. Nu, wat is er gebeurd dit weekend? Er is een offside-gevalletje van Luis Diaz. En ze trekken geen lijnen, dus ze hebben geen lijnen. Ze hebben een lijn getrokken, maar ze hebben hem niet juist gezet, ze hebben hem niet gecheckt. En naar bleek dus dat Salah was Luis Diaz, een van de twee, stond niet offside. Luis Diaz, dus het doelpunt moest eigenlijk wel gewoon gegeven worden. Maar ja, dus zoals je zei ook, Alan Shearer was iemand die ook heel boos was op Match of the Day, was ook heel hard aan het ranten erover. Maar ook gewoon heel veel fans, en ook heel veel fans van tegenoverploegers, dus van ja, het kan niet zijn dat je als arbitrage of als arbiters, je hebt dan de VAR om je fout terecht te gaan zetten, ja, dat die softwares niet worden gebruikt. Kijk, ik ga eerlijk zijn, hè. Wij keken naar de wedstrijd live en... Broer, we gaan eerlijk zijn, iedereen kent elkaar hier, broer. Jij weet wanneer een situatie sketchy is. Of dat in voetbal gebeurt, ja, dat in het leven ook, gebeurt. Hè? Iedereen hier heeft die sensor. Er gebeurt iets. En zo, ah ja, VAR, VAR zegt offside, spel gaat verder. En iedereen heeft zoiets van, maar we hebben geen beeld gekregen.
Dus we wachten, misschien volgende replay. Volgende keer dat het spel stil ligt. Oh, match gaat verder, geen replay. Mensen beginnen vragen te stellen. Kiskis pas dat, maar waarom, is er geen, waarom krijgen wij dat beeld niet? Commentator begint ook te zeggen, maar dat, we hebben dat beeld nog steeds niet gekregen. Niet. Tweede helft. Na een tijdje heb je door van, als je dat beeld niet krijgt, zij weten na 2 minuten al boven van, bro, we fucked up. Ja. En je kan, niet, ja, je kan ook niet te lang... Ja, en dat vind ik heel fucked up, dat eigenlijk iedereen die de wedstrijd aan het kijken was, een buikgevoel had die zei van... Er is iets, iets gebeurd. Ja. En dat ze dat zo dan... Als kijker dat je met dat gevoel blijft, is heel raar, man. Ik denk voor supporters moet dat echt... Dat was fucked up, snapte? Ja, sowieso. En je blijft met dat gevoel en dan zo, ja, zoals altijd, is het wachten op wanneer gaat iemand een statement droppen. En dan, ja, sorry bro, my bad. Ja, dat was ook echt die, bad. Die hele statement. Dat maar, ik vond dat gek, man. Want waarom heb je dan VAR? We hebben het al vaker gevraagd, maar heeft VAR, en ik ga het misschien eerst eens aan een speler vragen, ja, heeft VAR dan de hele ervaring een beetje verpest in het voetbal gewoon? Ja, vooral die kleine momenten, hè. Die twijfelgevallen. Dat was elk voetbal, die neemt een moment. Mm. Maar nu deze match, dat was sowieso geen offside. Jij zegt dat. Mm. Jij zegt dat, dat is duidelijk. Ja, die is verdediger stond nog. Maar dat is het ding, hè? Want ik zag een clip van een van de arbiters die ook beslist daar in Engeland. Mm-hmm. Ze hebben 18.000 man, maar hij kwam dus kwam denk ik op Sky Sports of een van de twee, ik weet het niet. En het ging over Man United en zeiden van, ah ja, vorige week hadden jullie een penalty gegeven voor handsbal en dit weekend geven jullie dat niet. Nee, ja. En die guy zegt zo, en die vroegen aan hem, ja, waarom jullie dat niet geven? Zegt, ja, ik weet niet. Oké. Okay. Dan denk je van, ja, oké, okay, als je als ref geen uitleg kan geven waarover het er een fase niet wordt gegeven of wel wordt gefloten, mm-hmm, op één wedstrijd wel, maar de andere niet. Mm-hmm. En dat is denk ik het probleem, gewoon overal is consistentie. Wanneer geef je wel rood, wanneer geef je niet rood, wanneer is het wel handsbal, wanneer niet. Als je met die dingen zal gaan spelen, en het gaat ook over, mm-hmm, ja, hoeveel keer ga je die regel aanpassen, ja, het wordt voor de kijker onduidelijk, het wordt voor de speler onduidelijk, en het wordt gewoon... Het gaat vaker gebeuren dat we gewoon situaties meemaken waar we zeggen van, bro, dit is gewoon te weinig inconsistentie. Maar ik vind dat zo moeilijk, want we hebben het heel vaak over aanvallende fases. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de rode kaart van Curtis Jones... Ja, hij gaat naar de bal. Hij glijdt eigenlijk over de maar bal. Dat vond ik ook geen rood. Ik vond het rood. Dat man. Nee. Maar wacht, maar kijk. Hij glijdt over de bal. Jij bent een verdediger. Hij glijdt over de bal. Ja, je glijdt door. Je raakt hem. Mm-hmm. Dat gevaarlijk is, dat dat een fout is. Ja. Mm. Maar er is geen enkele gevaarlijke intentie. En het is echt letterlijk, hij glijdt over de bal. Ja. Maar VAR, sorry hè. VAR ga je dan naar de beelden kijken. Dat heb je alleen maar de laatste moment. Dat is vertraagd. Ja. Je hebt niet de hele actie. Mm. En dan moet iemand gaan interpreteren, is dat rood of niet? Ik vond dat eerlijk gezegd geen rood, man. Mijn ik vond ding dat is, moeilijk. Kijk, mijn ding is, ik heb het al vaker rood zien fluiten. Dus voor mij, en dat is misschien ook hoe dat ik nu ben gebrainwashed, is het voor mij is dat rood. Ja, maar... En ik heb gewoon het isoleerde moment gezien. Ik heb niet het volledige moment gezien. Ik heb daarna ook highlights opnieuw willen bekijken. Mm-hmm. En ik heb het gezien. Voor mij is het gewoon uiteindelijk, en het mag misschien niet zo denken, maar het is de vraag van hoe zwaar gaan de blessure zijn. En het mag niet zo, hè, dat weet ik, hè. Maar toch ga je ergens denken van, ah, maar waar is hij dan daar zijn been breekt? Ja, dat is waar. Ja, maar dat ding is wel... Ja, maar het ding is wel... Dat hij niet zo gaat. Ja, oké, maar hij gaat wel... Je moet nog stoppen. Oké, maar de bal is te ver, je gaat door. Ja, maar hij gaat over de bal. Ja, maar hij gaat door. Snap je? Ja, maar hij rolt echt over de bal. Oké, maar het is niet dat hij zo ging kappen, snap je? Nee, maar als hij zich over de bal kan zetten, maar nu, hij wil de bal raken en hij glijdt gewoon over de bal. Jij kunt u natuurlijk... Mm-hmm. Als jij nu dat doet, jij kunt niet stoppen. Dat weet ik. Dat is niet menselijk. Maar dat is denk ik wat mensen willen zeggen, is van, calculeer dan een beetje hoe je stappen neemt. Of denk na op dat moment, oké, als ik nu doorga, is er een kans op blessuren of is er een kans op ja, maar dan een tackle of een fout dan, maken? Dan kan je de helft van voetbal niet meer doen. Hè? Nee, maar ik denk wel bijvoorbeeld nu, het zijn domme fases, hè, maar zo dat je tactisch een gele kaart goed pakt en je trekt aan een shirtje of zo. Jij gaat ook wel een beetje nadenken van oké, tot waar kan ik de fout maken of wat kan ik op dit moment gaan doen? Ja, maar dat is en ik denk op dat moment moet je als Curtis Jones, en hij heeft ook vorig jaar denk ik op dezelfde manier een domme rode kaartje gepakt, is ja, je moet een beetje gaan calculeren van hoe ga ik uit deze fase komen, snap je? Ik vind het zelf jammer, hè? Want ik heb ook tegen u gezegd, hè? Wedstrijd is dood. Hè? Ja, tuurlijk. Wedstrijd is dood en het was verbazend voor mij dat Liverpool nog terugkwam en dat ze het nog het wedstrijd tegen gelijk hebben kunnen trekken. Maar voor mij was het pas done. Ja, ik vind dat heel moeilijk, man. Maar jij die professionele voetballer bent, voelt jij... Of heb je soms het gevoel dat niet gewoon een gesprek is aan een gebrek aan zo... Ja, weten wat het is om voetballer te zijn? Of zo, bijvoorbeeld bij die tackles, snap je? Heb je dat niet, of kunt jij in dialoog gaan met een scheidsrechter? Kunt niet in dialoog, kunt moeilijk in dialoog. Als er een VAR beslissing is, kun je niet meer dat doen. Snap je? Als bijvoorbeeld
die geel van Jota, die eerste. Mm-hmm. Voor mij is dat geen nooit geel. Geel, hè? Dat is nooit geel, man. Daar moet je ook drukken. Want die tweede die, wel. Die tweede wel. Ja, die eerste. Maar hij struikelt. Ja, die struikelt over zijn eigen benen. Bro, dat is shit die mij boos maakt. Ja, maar die struikelt over zijn eigen benen. Als iemand u kruist, bro. Als iemand u kruist, al trek ik me in en hij raakt me. Fout, oké. Oké, fout, maar dat is geen geel. Dat is geen geel. Maar dat is wat ik bedoel. Dat is gebrek aan voeling voor mij. Nee, maar dat is gewoon. Ze zijn niet consistent met hun dingen, man. Maar ik heb dat wel. Heel de wedstrijd lang met die scheids dat hij gratis kaart aan het trekken was. Constant. Echt zo van, er gebeurt iets. Vanaf dat hij gewoon het gevoel heeft van, geel, rood. Zo. En dat is wat mij een beetje boos maakt. En ik zeg het, vorige week was ik ook aan het klagen over scheidsrechters. Ik denk, dat gaat een wekelijkse rubriek worden hier. Maar ik vind... Wat ga je zeggen? Maar je koepel elektriciteit. Nee, maar... Jij of onze vrienden hier? Nee, samen. onze petit vrienden. Nee, ik vind gewoon... Als jij zegt, er zijn drie dingen die vaak ontbreken. Snap je? Dat is één, voeling met de wedstrijd. Twee, puur gewoon communicatie. En drie, snap voetbal. Heel simpel. Snap je? Ik bedoel... Genre, er zijn acties waar mensen in duel gaan. Ik bedoel, twee mensen gaan hard tegen elkaar. Echt hard op hard. Jij ziet, die willen allebei voor die bal gaan. Puur omdat jij ziet dat de ene iets harder heeft gekopt naar de andere, die heeft hem geraakt. Daarvoor wil je wel rode kaart geven of geel. Of... Nou, bro. C'est pas comme ça le jeu. Snap je? Ja, maar ik blijf erbij dat scheidsrechter dat een moeilijke job is. Dat sowieso. En ik denk wat hun ook moeilijk maakt, is dat ze elk jaar richtlijnen krijgen. Nee, ja. Waarmee zij weten van, ik moet dat respecteren, want ik word ook gequoteerd. Er komen ook mensen naar mij kijken die in hun boekje schrijven van, hij heeft dat niet gerespecteerd, Het enige waar ik me wel aan erger bij scheidsrechters soms, is dat zij in een wedstrijd een beslissing maken. Die is fout, dat kan gebeuren. Maar dat jij voelt dat al de rest beïnvloed is door die eerste fout, snap je? Dat hij zegt, ik heb hier geel gegeven, dat moest niet. Ja. Dus ik laat nu een duelletje doorgaan. Of, ik heb hier geen geel gegeven, dus nu ga ik wel geel trekken. En soms zijn er andere spelers die geel catchen. Door de shit die andere jongens hebben gedaan, snap je? Ja. En dat vind ik moeilijk. En ja, maar die VAR-situatie, daar heb ik bijna geen begrip voor. Fuck, want het hele idee is, we hebben VAR. Zodat we kunnen helpen voor de menselijke fouten. Maar als je... Het systeem dat de menselijke fout moet helpen, menselijke fouten maakt, broer, dan zitten we gewoon in een loophole, broer. En dan gaan we nog iemand toevoegen die ook menselijke fout kan maken. Bar 2. Ja, broer, wat is qua? Snap je? Dus daar heb ik zoiets van, broer, ik weet niet, man. Maar ik blijf tegen VAR. Ik weet niet of dat je dat hebt gezien, maar ik weet ook niet of het actueel punt is, sorry al. Maar dat de scheidsrechters in België misschien gaan staken. Dat heb ik gezien. Omdat ze meer salaris hebben. Maar dat is al van het begin van het seizoen. Hè? Ja. Maar dat gaat ook waarschijnlijk wel gebeuren. Ja, maar bro, dat is goed. Besef, je hebt 10 jaar al eenzelfde loon. Hè? Ja, dat is goed. That's crazy. Maar ze moeten meer krijgen. Dat is eigenlijk. Ik denk ook, hoe hoger loon, hoe beter dat zij gaan presteren. En als jullie staken en er geen voetbal is, dan organiseert Koelkast Sport hetzelfde systeem als de Lockout NBA toen. Ja, alle spelers samen zijn komen spelen om toch een beetje fit te blijven. Ja. Dan gaan wij dat organiseren. Kunnen jullie allemaal komen, maar we sturen jullie wel berichtjes. Parce que ça va, on connaît la famille. En de technisch directeur moet niet weten wat er gebeurt. En, we got you, petit verzekering, jij weet. Ik vind het jammer dat de VAR heel de wedstrijd overschaduwt. Want het was wel een heel leuke wedstrijd om te kijken. Ja, vanaf minuut 1, bro, die gingen volop. Dat was top. Dat was top. Direct, tak, 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 tak. Kijk naar jou, hè. Kijk naar mij, ik heb dat gezien op Match of the Day. Ik ben gewoon eerlijk. Wat vond je van Liverpool, man? Met team die hebben volgehouden. Jammer van die goal, hè. Maar die bal komt wel hard. Mm. Die probeert die weg te werken met zijn slechte voet. Mm. Verkeerde richting. Is dat een reflex als verdediger? Ja, dat is gewoon pegebel. Want we hebben daar vaak kritiek op, maar is dat niet... Nee, dat is pegebel, want die bal komt echt hard. Ja. Die komt super hard. Die als probeert je daar ook rol 2 centimeter hoger raakt, dan weet hij die weg. Ja. Dus dat is een beetje... Want komt gewoon elk tegen. Ik heb dat gehad tegen Anderlecht. Ik ging net zeggen, je hebt sowieso... Tegen Anderlecht, want die komt tegen mij, boom, die vliegt binnen. Wat doe je dan? Niks, hè. doen die ploegmaten zoals nee, of zo? Nee, gewoon, je kunt niks doen, hè. Gewoon verder. Ja, gewoon zo smakelijk, petit smakelijk. Nee. Niks doet. Als hij in jouw ogen was als Juventus 2 weken geleden, bal terugspeelde, nee, die keeper staat daar. Dat is hij. Je geeft niet winstpremie af of zo. Nee.
zei hij nee. Ja, man, maar Spurs 2-1. Ik had daarna een clip gezien op Twitter van Spurs-fans. En ze waren aan het zingen en door Dolle heen. Ja, man, bij Spurs is een vibe, man. Het is wel nu al een paar keer dat zij zo op het einde van de wedstrijd een wedstrijd nog kunnen winnen. Mm-hmm. Dat is een goede karakteristiek om te hebben. Yes. Maar ik denk zo, Spurs, hoe ik nu naar kijk, zo, dat is leuk. Is een vibe, hè? Is een nieuwe serie. Ja. Ja, dat is leuk, seizoen 1, ik ga dat checken. Mm-hmm. Maar ze gaan niks winnen, snap je? Maar het is wel leuk om te checken. Ja, kan wel. Dat is zo'n beetje de vibes die ik heb bij nah, Spurs is leuk, man. En ik ook zo nu, zo Richarlison staat weer op zijn flank, soms aan het centrum. En Bissouma weer, man. Bissouma is... Ja, maar hij is een petit... Ik vind het jammer dat Ndombele weg is, man. Want dit kon een middenveld worden, hè? Ja, maar oh, Tanguy is... Bissouma, Tanguy en Sar. En Maddison. Nee, broer, dan moet je Maddison gewoon even... Nou, red ze. Ja, niet broer, wat... Maddison, grootste nummer 10 van Engeland, hè. Laatste dag. Het ding is, Ndombele werkt niet defensief. Huh? Dus die pivot achter ja, Ndombele. Maar Bissouma en Sar. Probleem, Tanguy heeft techniek, hè. Hij heeft talent, hè. Hij heeft alles. Maar je weet... Het gaat pas. Dat is zo'n jongen, iemand gaat hem dribbelen en gaat zijn taken vergeten. Het enige wat hij gaat zeggen is, ik moet hem terugpakken. Hmm. Ja, die jongens heb je niet nodig in je team, man. Ndombele heeft echt talent, maar... Ndombele, man. Hij zit nu in Galatasaray, man. Ja, daar ga ik Sar. Ik ga moedig zien. Daar ga ik Sar. Maar zie je echt die... Daar kan hij doen. Ja, Zaha is ook daar, hè. Snap je? Ja, man. Zaha is dat is een goede club voor hem, hè. Yeah. Hey, Galatasaray is vibes, man. Wauw. Ik go van Zaha gezien. Maar zo'n ploeg is erop of eronder. Hoe beter dan een match de foe? Anders, ofwel 0-3. Maar ook gewoon andere supporters. Hey. Niet terug supporters op de bom, chimbombom. Ik zou wel een jaartje daar willen spelen. Bon, Freddy heeft iets te zeggen, Freddy. Wacht eventjes. Nu mag je spreken. Ja, Yves Bissouma heeft die wedstrijd de meeste passes gegeven. Wel geteld 120. Oké. Toch? Dat is een factchecker. Okay. Freddy Hazard. Pieter. Dan gaan we verder naar de laatste wedstrijd. Ik ga eerlijk zijn. Ik fok niet met Barcelona, dus ik ga het echt gewoon letterlijk 2 minuten geven. Alex, Barça, take it away. Wauw. Kan het zelfs in wauw. Waarom niet? Nee, maar dat zijn United fans, broer. Dingen, ze staan op. Ze gaan slapen, ze zijn boos. Dat zijn twee emoties dat ze kennen. Snap je? Okay. Maar Alex, I'm on edge. Ik ga het je geven. Jullie hebben leuke truitjes dit jaar. Ja, dit. Ik heb ze al 2. Dat is het. Daarmee kan je het doen, man. Nee, Barça-Sevilla. Ja, Barça-Sevilla, geen topwedstrijd. Maar Barça is eigenlijk de 2 laatste wedstrijden niet super bezig. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Celta. Ze hebben nu 1-0 gewonnen tegen Sevilla. Maar de voetbalgoden, Andy. De voetbalgoden hebben mij dit weekend een cadeau gegeven. Nou, Pieter, ga weer beginnen met zijn dingen. Barcelona is 1-0 gewonnen tegen Sevilla op een on-goal van Sergio Ramos. Ik ga terug naar mijn boy childhood club. Oh ja, de supporters klappen voor mij. Oh, dit is de club van mijn hart. Ik heb hier heb ik mijn debuut gemaakt. Ozinha, man. Weet je hoe geluk? Bro, maar wacht. Bro, stop met die dinges. Maar dan mensen gaan mij sturen. Oh, Brian, wat betekent dat, broer? Alsjeblieft, man. Stuur een DM naar Andy en ga dat uitleggen. Oh. Weet je hoe mooi dat is? Voor een Barça-supporter dat Sergio Ramos een on-goal scoort. En dat ik vind het leuker om te winnen op zijn doelpunt dan een doelpunt van Felix of Lewandowski. Wauw. Ja, echt haat. Top haat. Ik mag die man niet. Waarom? Ik mag die man niet. Wat heeft hij aangedaan? Want iedereen... Oké, hij heeft een mooie carrière. Ja. Als een topverdediger. Ja. Snap je? Maar ten eerste, de enige reden waarom jij zo hard bent geworden, is omdat Ronaldinho je lessen heeft geleerd. Snap je? Oh. Ronaldinho heeft tegen jou gezegd, rechts is leuk, ga centraal. Want als hij hier blijft, hier ga je problemen hebben. Hij is centraal gegaan. Guardiola heeft gezegd, oh, Ramos staat centraal. Messi, kom centraal. We hebben die jongen gepest, hè. Zijn hele carrière hebben we gepest. Messi begon moe te worden en zo. Zei, wat kunnen we doen? Bon, jaartje Suarez. Allee, red! We hebben die jongen gepest. En nu gaat terug naar Sevilla, gaat daar schuilen na zijn 2 jaartjes Qatar FC in Parijs. Hij komt terug, hij doet stoer, hij doet zijn rare hanenkam, tatoeages, hij denkt hij is modelbroer. Hij komt terug in Barcelona, we herinneren jou, elke keer dat hij hier gaat komen, dit is wat je gaat krijgen. On goal, S0. Mooiste voetbalscore die er bestaat, 1-0. Dat is het enige wat ik te zeggen heb over die wedstrijd. Een kijkersvraag van Ineza.m. Hij had de vraag gesteld, is Ramos de beste Spaanse verdediger aller tijden? Los van jouw POV op El Clasico. Ja. Ja? Helaas wel. Is hij de beste Spaanse verdediger aller tijden? Helaas wel, man. Ja. No. Nee? Puyol. Nee, hij is beter dan wel. En Puyol is mijn ja, guy. Ik was ook aan twijfel Puyol of... Nee, Puyol, man. Puyol. Kijk, Puyol was hard, hè. Niet petit Eric Garcia of zo? Normaal, man. Nee, kijk, Puyol was hard, hè. Puyol was hard, maar
wij voegen ook nog meer zijn leiderschap toe en zijn vechtlust. En zijn, dat is romantisch. Mm. Maar echt carrièregewijs en niveau gehaald, broer, als atleet. Sergio Ramos was erboven. Ja? Dan Piqué. Tjakkes. Wat? Gerard. Piqué is beter dan elke verdediger die Arsenal ooit heeft gehad. Dat is niet waar. Ik wil nu een lijstje. Dat is niet waar, hè? Colo Touré. Maar Leon. Saliba. Oh, Piqué. Sinderos. Nee, pas Sinderos. Dat moet je echt niet zeggen. Saliba heeft veel potentieel. Saliba heeft veel potentieel, man. Saliba heeft veel potentieel. Om wat? Om beter te zijn dan Piqué. Maar broer, wat gaan we doen met potentieel? Ga naar de bank zeggen, ik heb potentieel. Nee, dat weet ik nog niet. Ja, maar we kunnen het nu nog niet evalueren, hè. We kunnen het nu nog niet evalueren. We kunnen Saliba nu nog niet evalueren. Ja, Piqué, Champions League, champion du monde, Europa beker, twee Europa beker, spits, volleys, verdediger, Man United. Ja, hype. Banza was gewoon spits, hè. Banza was gewoon spits. Hype. Fucking fraude. De beste verdediger die jullie ooit hebben gehad is ook Piqué. Nee, broer. Nooit, man. Wie is de beste verdediger ooit? Nemanja Vidic. Allee, praat. Allee. Heeft hij WK? Weet je wie die was wel. Ah, nu is zijn land een excuus. Allee, Allee, Uruguay heeft ook een WK. Bon, ik heb voor jullie dilemma's voorbereid. Oh shit, man. Magische linkspoten. Oké. Pro League Edition. Oké. De vijf namen zijn. Of Derek de vijf. De vier namen zijn, sorry. Ik ga stuk. Milan Jovanovic. Ja. Eljanif Barda. Barda nee, Barda is rechtsvoetig. Barda is rechtsvoetig. Sorry. Ivan Leko. Maxime Lestienne. En Mehdi Garcella. Oef. Mehdi. Mehdi 1. Laat hem eerst. Okay, Mehdi, Leko, Jovanovic. En Lestienne. Lestienne als laatste. Ja. Maar ik vind echt jammer dat Barda niet linksvoetig was, man. Ja, maar hij is rechtsvoetig. Hij kan er niks aan doen. Ik vind jammer. Nee, maar je weet niet, ik heb daar mijn hoofd te breken. Half uur. Moet je een vijfde hebben? Wie is linksvoetig? Moet je een vijfde hebben? Ja. Linksvoet, Bart Schoor. Ja. Ah ja. Oh, Bartje. Ja, maar dat is te veel. Maar ik heb zo... Is dat fluweel? Freddy heeft een, iets te zeggen. Wacht even. Wacht. Als er iemand zegt van Brugge, ga je slagen. Rob Schoos. Linksboot. Ja, is een linksboot. Nee, Rob Schoos is een linksboot. Milan Jovanovic. Ja. Lestienne, Garcella, Leko. Garcella, Leko, Lestienne, Jovanovic. Wacht even. Lestienne als laatste, sowieso. Oké. Leko, Garcella, Jovanovic. Ja, standaard fan, snap je, broer? Garcella is ook standaard? Ja, maar. Jovanovic 1. Ja, man. Omdat hij zo serpent was. Nee, hij heeft wel Liverpool gespeeld. En dan? Dan mag ik van hem een grotere speel, denk ik. De vraag was, wie heeft de beste linkspoot? Jovanovic? Nee. Vraag aan Jovanovic. Kijk, Jovanovic, wanneer hij links was, hij was hard. Vraag hem om naar binnen te komen daar. Hij doet dat niet. Maar gaat dat gewoon doen? Garcella heeft die crochet. Heeft hij crochet, bonne nuit. Ja? Wie heeft gelijk? Nee, Garcella was meer flueus, zoals je het zegt. Broer, wij kennen Bali, hè. Zou je vragen aan hem of ik gelijk heb? Wie was de moeilijkste? Garcella. Ja? Waarom? Kon alle kanten uit. Plus, hij stond op jou. Ja, hij kon alle kanten. Nee, maar daarom dat ik ook die les... Nee, hij kan echt maar alle kanten. Ik heb gepakt die aan zijn kant. Nee, Jovanovic was snel en sterk, maar niet echt zo zoals Garcella. Garcella is gewoon skillmoves. Dat is niet waar, man. Ja, weet je wat jullie probleem is van jullie verdedigers van vroeger? Wauw. Hoezo van vroeger? De hele generatie Chimanga. De hele generatie Chimanga. Wauw. Zeg het niet, dat is het probleem. Nee, kijk, jullie probleem, man. Jullie letten te veel op de body. Op de bal let. Dat is op de body, maar jij let op de bal. Jij let op de bal. Jij let op zijn voet. Nee, ik zeg hoe je als je hem ziet spelen als spelers. Als je hem ziet spelen, als je er tegen speelt, gaat hij niet op de body. Nee. Dat is niet verdedigend. Dus Garcella is aan mij aantrekkelijker dan Jovanovic. Voor jou. Om te zien spelen, ja? Alleen maar. Tuurlijk. Ja, sowieso. Andy niet. Met wat zijn we bezig, jongen? Maar, om te zien spelen, toch wel? Met wat zijn we bezig, man? Kijk, zie je standaard supporters hoe ze zijn? Maar dat is toch? Ah! Oh. Wie? Jullie choqueren me, hè? Jovanovic? Hoezo? Ja, maar kijk. Ja, maar dat is toch, als je Garcella ziet spelen. Dat schat je zomaar hoe Jovanovic is. Bunker. Maar besef je, we praten over links buiten, hij zegt hij is een bunker. Bro. Ja? Wat voor een kwaliteit is dat? Heb je die overstapjes niet gezien? Nee, hij deed dat niet. Dan gaat hij over dezelfde van de fiets. Hij deed dat niet. Nee, man, hij had scorend vermogen, hij kon zijn mannetje voorbij, hij was snel. Maar hij was niet sexy om naar te kijken. Dan is Lestienne sexier dan hem om naar te kijken. Nee. Dus Jean Lestienne. Ja. Zo de eerste, zo 19. Moeskroen, ja. Nee, 16 ans. Nee. 16 ans Moeskroen. Dat was een goede speler. Daar is naar Brugge gegaan. Da-da-da-da. Snap je? Hij moest naar Anderlecht. Maar dat was wanneer Van Osbeek had niet meer zijn magie. Dat is wanneer
Anderlecht is beginnen naar beneden gaan. Wanneer zij Lestien niet hebben binnengehaald, ik wist, ah, je van Osbeek. Ze magie is weg, ze gaan op pensioen. Ze allemaal zijn van Frankrijk. Hey, Stenny, ah, Herman. Maar je hebt wat tegen Herman. Ja. Dus hij heeft echt van die pannes gegeven. Ook. Daarom heb je zo'n trauma. Nee. Daarom heb je zo'n trauma. Wie is de ergste tegen wie je hebt gespeeld? Eerste, in België of in Europa maakt ook? Jarmolenko. Ja? Ja, die heeft me een half uur echt laten zien van... Een half uur. Ja, maar eerst een half uur was echt... Dan heb ik hem kunnen vastzetten. Hoe heb je hem vastgezet? Volledig. Toen ging die mij niet meer voorbij. Eerst half uur zei hij... Dit is een ander niveau. Waar zat hij toen? Dynamo Kiev. Ja, Kiev, ja, Kiev en Bokani, Lens. Noemt hij die Fransman nummer 10. Kwam van Marseille. Wie is dat? Valbuena? Nee, Rix Algerijn. Maar die had echt een topploeg. Algerijn van Marseille. Maar wij winnen daar met 1-0. Counter. Feghouli van Marseille. Feghouli. Ben nog iets, man. Ben Sager? Nee. Nee. Dat is van nu. Bon, we gaan nu eens door. Nee, Mazuka. Dat is Ben die, man. Na de 80 minuten, want mijn speaker gaat van. ik heb een kijkje. Wauw, sorry. Adem. Ik heb een 80 minuten voorbereid over inside forward en een traditionele winger. Wat een beetje de verschillen zijn. Wat de rollen zijn van beide spelers of beide posities. Dus die kan je nu bekijken. Transitie 3, 2, 1. 80 minuten, let's go. She dead. Gewoon klikken terug opnieuw. Ik zie het niet daarop. Dat was een iets. We zullen het volgende week fixen, takket. Oké, ja, hoe vond je van de 80 minuten, Alex? Ik ben aan Fendi aan het kijken. Heb je die speler al gevonden? Ja. Ah, Younes. Younes Belhanda. Omdat je Marseille zei, ik was een beetje in de war. Younes Belhanda. Vrij joueur, hè, nummer 10. Ja. Hij heeft ook voor Galatasaray of Fenerbahce gespeeld. Marokkaan, ja, dat is Marokkaan. Ja. Younes, kampioen met Olivier Giroud bij Montpellier. Wat? Telkens, wie is Wally? Gewoon aan het voorbereiden, bro. Ik ben gewoon aan het voorbereiden. Zomaar. Zomaar. Ik ben gewoon aan het voorbereiden. Kunnen we iets terugbrengen van de vorige seizoenen van de Naamloos Voetbalshow? Wat? Andy, kunt jij je kous aan de camera tonen, alsjeblieft? Weet je dat we dat in het begin altijd deden? Ja. Kijk wat deze man draagt. Vader van twee kinderen. Is een, die zijn dezelfde leeftijd. Wie? Ik was bang. Hoi. Ben je 94? Nee, echt een 80. Ah ja, je is dezelfde leeftijd. Zie die opbouw? Zie die opbouw? Waarom wacht je? Het is zo wat je weet. Ah, putain. Dat is stuk, man. Brian, vertel iets, man. Broer, ik ga wat iets zeggen, broer. Ik heb je laten spreken. Ah, ja. Red je ook iets zeggen, broer. Ja. Wil je weer al iets zeggen? Allee, pak het woord maar weer. Ja. Europees voetbal. Huh? Volgende week is er dus de Champions League. Dat klopt. Nu, mijn vraag naar jullie toe is... wie zijn volgens jullie de top 5 doelpuntenmakers? En hoeveel doelpunten zouden ze gemaakt hebben? In de geschiedenis League. Van de Champions League? In de geschiedenis van de Champions League. Maar... All time. Ronaldo. Ik denk dat Benzema. Benzema. Lewandowski. Ja. In de juiste volgorde, hè? Huh? Of niet? Ronaldo 1. Ja. Messi 2. Benzema 3. Ja. Lewandowski 4. En wie is dan 5? Die 5 ben ik even ontglipt, man. Het gaat geen moeilijke zijn, hè? Het is niet het is niet. Nee, niet Luis Suarez. Extra Real Madrid. Nee, misschien Luis nog steeds Raúl. Is niet Raúl? Nee, was de vier juist? Wacht. De vier is juist. Ik zal ze zeggen anders, want anders gaan we lang bezig zijn. Inderdaad. Dus 1. Cristiano Ronaldo met 140 doelpunten. Lionel Messi 2 met 129 doelpunten. Robert Lewandowski 92. Karim Benzema 4. Met 90. En dan inderdaad 5. Raúl met 1. Waarom is het hier? Medi! Bon. Freddy Hazard! Freddy Hazard! Ik heb dus een paar actualiteitspuntjes opgeschreven. Punt 1. Marseille, takeover, Saudi-Arabië. Vraagteken.
Ja? Met als Zinedine Zidane als technisch directeur. Ja, dat zijn de geruchten, man. Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Dat is eigenlijk dat is wel iets wat ik interessant zou vinden. Als Zidane een rol krijgt bij Marseille. Ja. Want hij is volgens mij de persoon die het meeste en het langste krediet kan krijgen bij Marseille. Ja? Snap je? Hij is de grootste legende van Marseille. Zo, de hele shit is zo van, hij gaat nooit PSG coachen omdat hij van Marseille is. Hij is Zinedine Zidane, snap je wat ik bedoel? Hij is die guy. Hij zal volgens mij het langste krediet krijgen en misschien ook de meeste tijd krijgen om die club terug te brengen waar zij moeten zijn. Mm-hmm. Plus, hij zal money krijgen. Mm-hmm. Want Saudi-Arabië, ze hebben die andere money. Snap je? Mm-hmm. Dus ik zou dat wel interessant vinden. Ik zie hem niet naar Marseille gaan, man. Omdat dat een project is dat heel heet is en ook met de supporters daar. Ja, maar het is thuis. Maar we hebben het vaker gezien dat legendes terugkeren naar hun clubs en het dan daar een beetje verpesten en dan zelf worden... naar buiten gejaagd door hun eigen fans. Ja. Dus ik denk dat als Zidane zijn eigen statuut daar moet gaan behouden in Marseille, dat hij niet die move maakt. Ik zie hem wel in zo'n rol instappen, want ik denk wel dat het coach echt... het is ook te lang geleden dat hij als coach actief is geweest. Dus ik zie hem wel als technisch directeur ergens wel fungeren, of misschien helemaal zelfs niet. Maar ik zou het voor hem afraden om naar Marseille te gaan. Man. Omdat jij zegt... Bluetooth, disconnect. Nee, maar even over Zidane. Ik krijg kandas vandaag. Even over Zidane. Deze week in Frankrijk was er ook een hele heisa. Omdat Jérémy Rotin, een oud PSG-speler en een speel van Frankrijk, heeft dan gezegd van... eigenlijk was Zidane niet echt zo'n harde speler. Of niet zo hard als iedereen denkt. Hij wordt overschat, et cetera, et cetera. En laten we zeggen, zijn uitspraak heeft geleid naar dat heel Frankrijk eigenlijk naar hem op zoek is om te willen vermoorden. En de vraag... Nee, Jacques, echt, ik ben bloedserieus. Hij krijgt echt doodsbedreiging. Ja. Hij krijgt echt doodsbedreiging. Dat is crazy, en mijn vraag naar jullie drie is eigenlijk van... Jacques, is dat normaal dat een speler eigenlijk zo heel onschendbaar is of zo? Jacques, je mocht er eigenlijk niks op zeggen. Want dat is het gevoel dat ik krijg over Zidane. Niet dat ik met Rotin ben, hè, want hij heeft ongelijk, sowieso. Maar ik heb wel zoiets van, dat heeft mij zo meer laten nadenken over, zijn er onschendbare spelers of zijn er spelers die je niet mocht aanraken? Want ik heb dat vaak hier, hè, wanneer ik over jullie goat... Wereldbeker... Ja, maar wanneer ik over hun goat-missie praat, dat hij niet zo hard is, ik word ook bedreigd en zo, snap je? Ja, maar er is een verschil in, snap je? Nee, eigenlijk is dat een beetje dezelfde situatie. Genre. Wanneer jij over Messi praat, of Rotin praat over Zidane, dat is voor saus, snap je? Ik snap dat, doe je ding. Maar eens dat we een serieus debat willen hebben, dat jij Messi niet de beste vindt, dat is uw recht. Snap je? Dat jij Cristiano beter vindt, dat is uw recht. Maar Rotin, ik denk ook zijn reputatie voor de mensen die Franstalig zijn en die al die shows wel volgen. Hij heeft zo die reputatie dat hij zo af en toe dingen zegt waarvan je denkt van... snap je? Wie zet jij? En hij is ook een ex-speler. Maar er zijn statuten, zeker in Frankrijk. Snap je? Want Frankrijk heeft echt die hele generatie, want het is niet enkel Zidane, hè, die hele generatie, om hun aan te raken, dat is moeilijk. Die 98-generatie, om over hun slecht te spreken, dat is echt moeilijk. En superveel mensen van die generatie zijn coach geworden, succesvol. Analist geworden, succesvol. Dus, ja, dit is gewoon zo, ja. Snap je? Het is niet dat die zo enkel zo, ze hebben gewonnen als spelers. Nee, daarna zijn die nog iets belangrijk geweest. Ik bedoel, een Deschamps. Ja, je mag kritiek hebben op hem als je dat wilt, maar wat kan je eigenlijk op sportief vlak nog over die man zeggen? Niks. Snap je? En daar, als je dan nog eens de chouchou, want Zidane is zeker voor bepaalde generaties echt de chouchou. Voor ons is dat misschien meer Henri, maar de generatie voor ons, geloof mij, dat is Zidane. Mm-hmm. Dat je dan nog eens gewoon uit het niks, want Zidane speelt niet meer, hij is niet meer actief, gaat zeggen, hij was niet zo hard. Ja, ik denk dat misschien de druppel was voor mensen in Frankrijk. Dat ze hebben gezegd, Rotin, bro. Je carrière of niet, dat heb je. Oké, Monaco, PSG, maar gescalmd, je wat. Dat hij bedreigingen krijgt en zo is uiteraard niet oké. Maar dat is zo'n beetje, hij heeft wel zo'n beetje zo die zo... Weet je zo, Stefan Powell is nog bij ons? Hij heeft zo'n beetje dat zo. Nee. Hij gooit zo soms gewoon dingen waarvan je zegt, broer, dat is te koeien. Dus dat, man. Ja, maar ik vind niet dat... Het gaat naar twee dingen. Ik vind niet, want wat je zei over Deschamps en al die dingen, ik vind niet dat een speler ook na zijn carrière moet die transitie maken in het voetbal zelf. Ik denk dat we dat te veel soms verwachten van de betere spelers om die transitie te gaan moeten maken. Weet je, gewoon zoals Flamini? Of? Sommigen zeggen gewoon van, kijk, bro, mijn voetbalcarrière... Ja, maar sommigen zeggen Flamini van... Flamini is multimiljardair, hè? Ja, hij gooit dat precies. Hij doet niks of zo. Nee, maar nee, als in, jij moet niet naar jij voetbal moet niet voetbal gaan. Nee, gaan transitie maken. En het tweede is... Ja, er mag wel gesproken worden over de favorietjes en wat je zegt.
Maar dat moet denk ik wel. Ik denk dat je zelf als persoon, en als je een beetje intellectueel bent, wel weten waaraan een speler heeft gepresteerd. En daarop wel respect gaan hebben. Als je dan bijvoorbeeld... En het, ik zal maar iets zeggen over Messi bijvoorbeeld, hè, want dat was uw voorbeeld. Ja, je kan zeggen over Messi wat je wilt, maar als je dan gaat zeggen van ah ja, nee, maar dat is een klein dwerg, want dat, ja, dat heeft niks te maken met wat hij als voetballer heeft gepresteerd, snap je? Dus daar is voor mij een beetje de lijn van, ja, je mag praten over de favorietjes in het voetbal, want ik denk dat niemand vrijgesteld is van kritiek of van, mm-hmm. of van een mening te gaan krijgen, maar moet wel onderbouwd zijn natuurlijk en wel... Ja, op een fatsoenlijke manier gebeuren. Maar, als je daarna alles erbuiten gaat willen targeten, denk ik van ja, oké. Okay, ja, maar Van Rotin was onderbouwd. Hè? En op zich snapte ik, want hij zei gewoon van ja, als je naar zijn carrière kijkt, mm-hmm. hè, want Zidane was dat Marseille, Juventus, Madrid. Mm-hmm. Ja. Hij zegt van eigenlijk, de enige piek dat Zidane heeft gehad, was Madrid. En, oh, maar ja, ja. Ja, maar... Oh. Nee, dus waar moet hij anders pieken? Nee, maar dat is mijn punt. Ik zeg van hij heeft onderbouwd in de zin van... Voor hem, een topspeler of een echt top player die bovenaan moet gaan prijzen, moet overal waar hij is geweest een keigroot impact hebben gehad. Volgens hem. Ja, oké. Okay. Maar toen ja, was maar dat ik kan geen respect met hem zeggen. Ja, maar toen hadden spelers toch geen 20 jaar carrière? Nee, maar hoeveel keer piek je er in de carrière? Hij kwam naar Real, dat was de duurste speler ooit. Maar je piekt toch ook gewoon één keer, vind ik? Huh? Je piekt toch ook maar één keer? Ja, maar je piekt en dan daalt je, bedoel. Hij gaf als voorbeeld Cristiano. Ja, maar dat is twee. Ja, maar Ronaldo heeft niet drie. Henri bijvoorbeeld. Henri, dat zag je al. Hij had weinig bijvoorbeeld gespeeld bij Monaco, maar hij was daar. Ja, maar hij heeft één keer gepiekt. Bij Arsenal ja, was maar het is goed. De mee, ik zeg van, we kunnen niet discussie hebben met de guy zelf, want ja, hij heeft maar één keer gepiekt. Je kunt maar één keer pieken in je carrière. Ik kan niet drie keer pieken. Maar dat is het hele idee van een piek. Ja, dat is je hoogste. Ja, maar daarmee, ik kan tegen hem zeggen, maar hij heeft het niet gezegd. Dus. Ja, maar hij is onze Rotin, hè. Ik ga gewoon even... Ik kan gewoon even afreageren op hem. Dat is oké. Okay. Gattuso is ook ineens coach bij Marseille. Ja, man. Ah, broer. Ik weet niet hoe hij dat blijft scammen, hè. Nee, maar weet je wat het is? Ik zag de transfer van Gattuso naar Marseille en ik dacht, je hebt vuur? Haal olie. Nee, klopt. Ja, voor mij is dat zo. Dat is niet wie kan het oplossen. Hè. Dat is wie is er chaotischer dan ons. Snap je? Ja. Ja, broer. Ik denk dat Toezer gaat vechten daarin. Met die scheidsrechters en zo. Oh la la. Hij gaat gescoord worden. Je bedoelt met supporters. Bij iedereen, zelfs met spelers, denk ik. Gattuso is echt een probleem, man. Ik weet ook niet. Dat is geen coach, man. Met alle respect. We hebben nieuws vanuit Nederland. Etienne Vaassen, keeper van RKC Waalwijk, is bewusteloos gevallen tijdens de wedstrijd. Ja, na een botsing. Na een botsing, inderdaad. De speelster had een heel snelle reactie en dan rond de keeper gaan staan om de moeilijke beelden elke beetje eruit te gaan halen. Maar wat je dus dan ook zei, of wat je dan ook zei tegen mij off camera, was dat hij bij bewustzijn was om dan van het veld afgedragen. Freddy Goors? dat zijn zo die inside jokes. Man. Ik ga hier tussendoor eventjes heel snel nog een stat gooien van Luc de Jong. Ja, man, ik heb dat ook gezien. Ik had het gezien op ESPN. Hij is topscorer van deze eeuw in de Eredivisie. Oh. Hij heeft de meeste Eredivisie-goals in de 21ste eeuw. Op plaats 1. Voorbij Huntelaar. Ja, man. Op plaats 1 heb je dus Luc de Jong met 155 doelpunten. Op plaats 2 heb je dus inderdaad, zoals je zei, Klaas-Jan Huntelaar met 154 doelpunten. Op plaats 3, Dirk Kuyt met 134. That's crazy. That's crazy. 4, Dusan Tadic, wat mij ook een beetje verraste. Ja, maar die heeft bij Ajax echt... Die heel veel gespeeld. Ja, 20, 30 goals seizoen. Hè? Maar dat is van dat crazy, man. Hij was er vooral ook in Nederland. 119. Dat is veel, man. Dat is geen spits, hè. Op plaats 5, Blaise Nkoufo met 114. En op plaats 6, en iemand is heel hard aan het ademen, één speler van Ajax. Wie kan hem raden? Ah, wauw. Op plaats 6? Ja. Een speler van Ajax? Ja, 109 doelpunten. 109 doelpunten. Ja, Dolberg. Hij heeft niet... Nee, niet zoveel. Nee, Dolberg nee. Niet. Nee. Zoveel. Hij heeft niet enkel voor Ajax gespeeld. Ja, ik hoop het voor hem. Ah, Bergwijn. Ja. Nee, Berghuis. Ja, Steven Berghuis met 109 doelpunten. Dat is veel, hè? Ja, dat zijn geen spitsen, hè? Ja, ik vind het ook. Berghuis, maar Dirk Kuyt vooral. Een... Ja, Kuyt. Dat is geen diepe spitsen. Nee, man. Hij was even rechtsachter geworden. Of was enkel bij Nederland? Nederland was hij rechtsachter. Dat was op die wingback, hè? Ja, ja. Toen Van Gaal zijn van gek. Blind Kuyt is crazy, man. Ik ga liggen, Blind Kuyt als wingback. Ja, dat werkte gewoon, hè? Broer, op één match na, hè? Van Gaal is een genie, man. Van Gaal is een genie. Ja, hij is een genie, man. Ja, daar kan je niks op zeggen. Hè? Ja, naar United. Ja, broer, we already tried that. It didn't work out. Wie is de ergste coach die United zou kunnen binnenhalen? Wie? Nu? Ja, echt de ergste. Wie kan het nog erger maken? Roberto Martinez?
De je suis dit. Nee, hij is... Nee. Hij doet goed aan Portugal, man. Huh? Dat naar Roberto. Nee, bro, jullie speelt tegen Luxemburg. Je respecteert hij doet broer, kijk eerst onze track record tegen dat soort ploegen, broer. We zien normaal gezien zo 1-0, 2-0, zo, broer. Nu gewoon goede 8-0. Bruno Fernandes, snap je? Zo, wauw. Rafa Leão. Mateo Nunes. Mateo. Snap je, broer? Rafa Guerreiro. Nee, bouw die hype op. Dat is goed. Snap je? Ja, bouw die hype op. Broer, we gaan EK winnen. Ja. Nee, maar dat is goed. We gaan EK winnen. Dat is goed. We gaan EK winnen. Ik herinner me een boy die hier heeft gezegd. Pieter. Manchester United. Erik ten Haag. Sancho Rashford. Bruno Fernandes. Pieter. Martial. Ik had gelijk vorig jaar. Vorig jaar had ik gelijk. Dus je kan vorig jaar niet tegen mij attacken. In wat? Gewonnen. Wat? Zeg Carabao Cup. Zeg het. Carabao Champions League Cup. Dus ik heb jouw club geklapt, broer. Je kan niet tegen mij attacken, broer. Welke club? We hebben elkaar gezien. Eno. Manu aan Manu. Liga, voor snap je? Ja, maar we hebben elkaar gezien. Okay, ik hoop dat we elkaar nog eens zien. Ik heb een coach voor jullie. Ik hoop dat we elkaar nog eens zien. Ik heb echt een coach voor jullie. Nee, like Cohen, man. De coach van pak je vergoeding en code. Nee. De coach van MVV. Je suis dead. Ik weet niet wie dat is. Wie? Bob Peters? Ja, man. Ah, geef me grapjes. Wow, bravo. Dat is een cultureel moment, man. Shout-out Bob Peters, man. Nee, ik wil geen Bob, man. Sorry, man. Nee? Laatste actualiteitspuntje. Victor Osimhen tegen Napoli. Ja. Dus er waren een aantal TikToks online op de TikTok-pagina van Napoli, waarin zij dus eigenlijk heel veel spot mee drijfden naar Osimhen toe. Ja. Osimhen heeft daarna besloten om eigenlijk dus de club te gaan willen aanklagen. En er is een statementje gekomen van Fabrizio Romano vandaag. Want ik heb gezien dat Osimhen ook iets heeft gepost vandaag. Ja, maar hij zegt dat is een statement. Dat is een statement. Okay, als ik hem eventjes hier kan vinden. Dus Osimhen zei... komen naar de stad van Napoli in 2020 was een mooie beslissing voor mij. De mensen vanuit Napoli hebben mij heel veel liefde en vriendelijkheid getoond. En ik ga ervoor zorgen... Alleen, ik wil dat er niemand tussenkomt tussen die band dat wij met twee hebben. De passie van de mensen vanuit Napoli voedt mijn vuur aan en ze gaan altijd in mijn hart en ziel zijn van de club waarvoor ik speel met heel veel trots. De beschuldigingen tegenover de mensen van Napoli, hun natuur is onwaar. Ik heb heel veel vrienden in Napoli en ze zijn een deel geworden van mijn familie. Ik apprecieer ook de Nigerianen die mij willen steunen en met hun luide stemmen, hun support willen gaan uitroepen naar mij toe. Ik ben voor altijd grateful en laten we ons samen in unity en in respect en begrijp samen Napoli supporten. Weet je wat? Ja, het is heel moeilijk zo on the fly. Sorry, maar weet je wat deze statement is? 1. Hij kondigt eigenlijk al vroegtijdig zijn afscheid. En 2. Hij gaat naar Real Madrid. Waarom Madrid? Denk niet aan Madrid. Je hebt negen nodig. Ja, maar ik denk niet dat ze Osimhen halen. Jawel. Nee, ik denk dat niet. Nee, plus ze willen toch Kylian nog... Nee, ik denk dat Kylian gewoon naar daar gaat. Ah. Maar ik vind die statement goed, weet je waarom? Zo de band met de supporters behouden, de sfeer goed behouden, maar dient toch maar klacht in. Ja, maar tegelijkertijd zegt hij ook... Hij zegt wel niks over het bestuur, snap je? Ja, nee. Hij dus gaat wel interessant, dingen, maar ja. Hij behoudt wel zo'n dingen... Heel diplomatisch. Ja. Jij bent heel goed bevriend met Kalidou. En weet je iets van zijn situatie toen hij in Napoli zat? Wat was het voor hem daar? Hetzelfde, die was geliefd door iedereen. Maar, ook maar wel, je voelt dat gewoon. Maar het wel, denk ik, ook wel wat moeilijkheden denk ik, met de voorzitter. Omdat wel, ja, omdat ja, maar die voorzitter vroeg te veel geld, hè, om te vertrekken. Mm. Maar die voorzitter is bekend om moeilijk. Je moet echt in een gevecht gaan. Allee, compromis, echt een goed compromis. Hij moest krijgen wat hij vroeg. Mm-hmm. Anders kon hij niet vertrekken. En daarna is hij, denk ik, gratis vertrokken uit Chelsea. Hè? Hij had nog een jaar. Nee, die had nog een jaar contract. Maar die hebben maar 40 miljoen. Ze hebben minder gekregen dan wanneer ze er 2 jaar ervoor hadden. Ja, ervoor hadden ze 80, 90 miljoen. Ja, fascinerend. Ja, ik vind het opmerkelijk, zeker omdat. En ook zo een beetje hoe dat alles een beetje vorig jaar werd geframed in de Serie A. Want ze op het einde van het seizoen hadden ze zo'n foto gepost. Hè, zo Kings Napoli zijn kampioenen en zo. En ze hadden dan een foto gepakt van Kvaratskhelia. Terwijl dan Osimhen topscorer was en al die dingen. En dan zie je dit jaar, ja, door je eigen club, vind ik het heel raar dat ze de soort video's dat ze dan uitbrengen over Osimhen zelf. Vind ik zelf gewoon heel vreemd, want het is je topspeler. En het feit dat je dan nu potentieel een speler kan gaan verliezen, of zelfs gewoon... Eigenlijk door je eigen werknemers ga je een zaak kunnen krijgen door je speler. Ik vind dat maar ik vind dat ook moeilijk, omdat dat niet bij de hele club ligt voor mij. Dat ligt meer bij zo social media, admins en de mensen die misschien op media zitten. Ja. En misschien wel... Iets of wat, een beetje mensen ook die zo in de technische staf zitten en zo van die dingen. Want ja, iedereen ziet het wel voorbij komen en iedereen moet misschien wel een trigger hebben van dat is niet oké. Maar ik vind niet direct dat ook de hele club beschuldigt of zo, snapte? Ja. Maar het is wel fucked up, daar niet van. Dat was fucked up. En dat is ook,
ja, je bent een topscorer, je bent de beste spits, je bent kapot hard aan het maken. Ik kan me niet inbeelden wat dat gevoel moet zijn als je dat ziet. En we hebben dat ook gezien in die video, hè, toen hij toekwam aan het hotel. Ja, hij zegt hallo tegen ik weet, de teammanager coach, of zo. En hij skipt gewoon de rest. Ja, ik snap dat, bro. Als je hoofd zo heet is, dan mocht je eigenlijk nog blij zijn dat je gewoon komt opdagen en professioneel. Want hij heeft gewoon gescoord, hè? Ja, hij heeft gescoord. Twee keer. Hij heeft twee keer gescoord. Ja, maar ik vind dat is wat ik bedoel. Dat vind ik een sterke statement. Niet zoals een starboy van zo'n bepaalde club. Na elk ding dat er gebeurt, moet hij een lange tekst schrijven. Precies, hij is president van je sais pas quoi. Shout-out Rashford. Waarom heeft Rashford in deze situatie te maken? Nou, geef hem een shout-out. Maar ik ben toch niet tegen jou bezig? Was tegen jou kan het wel, maar waar heeft Rashford hiermee te maken, of? Waar was je hier met te maken? Ah, nul, dit, weet je weet je wat we dit noemen? Dit noemen we een obsessie, broer. Hoe noem je het? MBE, hè? Ja? MBE Rashford? Ik zou jullie spelers beter zonder hem, hè? Oké, tof voor jou. Nee, echt waar. Je moet dat gewoon proberen. Mogen wij met twee naar de Glory United podcast komen? Niet met twee, nee. Jij moet nog één episode doen, maar niet ja, maar ik vraag al toch weken? Jij vraagt niet voor weken, vriend. Ik heb dat één keer gevraagd. Papa, vorige week heb ik niet naar jullie defeat gevraagd, mag ik meedoen? Ja, wanneer Liverpool speelt, mag je komen. Ah, nu is het wanneer Liverpool speelt. Ik hoop dat Liverpool echt 12-0 geeft. Ik ga steken. Ik ben een degringolade, zo noem je dat in het Frans. Een degringolade. Freddy, ça va? Is het klaar met de haat naar de United toe? Mag ik één vraag? Nee. Stellen aan... Aan wie? Aan den Dirk. Waarom moet je dat vragen? Ah, maar jij bent misschien, ik weet niet. Kijk, de eerste episode toen jij kwam, je hebt gelogen tegen ons. Want jij zei zo van, zeg maar, ja, ik heb niet echt een ploeg waar ik ooit zou willen spelen en zo. Tussen. Ik heb tegen jou gezegd, na de show, denk erover na. Heb je al nagedacht? Nee. Jean, jij denkt hij heeft 6 jaar... Allee, moet een jaar lang nagedacht? Ja. Nadenken. Dus je hebt, zeg maar, echt geen ploeg waar je... Nee. Dus dat is niet nu een ploeg dat je waar nee, je naar kijk, kijkt. Graag naar Barca City en dan niet zo van... Zoals jij Arsenal. Ja, nou voet. Die mensen kennen mij niet, wat heb ik nou? Bro! Als dat mijn ringtoon kan zijn, als dat mijn ringtoon kan zijn, Arsenal, rien naar voet. Ik zei zo van, nee, dat... On leur vie, frère, die doen zijn ding. Had jij gehoopt dat hij Arsenal ziet? Nee. Ik had echt gewoon gehoopt, hij had een ploeg. Waar hij echt zo ja, maar ik vind hij leuk. Snap je? Grote ploegen. Ik ga een stuk af. Ik heb nog een aantal kijkersvragen. Voordat we dus een transitie maken naar de FPL-update. Vraag nummer 1. Dirk, hoe was je tijd bij Lokeren? Top. Lijk aan mij, joh. Een korte mond. Staat Frenkie de Jong in de top 10 voetballers van de wereld? Op ja, ja. Ja. Top 10 van de wereld? Ja, ik denk wel. Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik zou erover moeten nadenken, want er zijn veel voetballers, maar ik denk het wel. Ja. Nee. Ik zal zeggen ja op dit moment. Als hij naar Arsenal gaat, is het de beste. Shout naar SMD AMK. Wat ik gewoon hoor, is dat ik mijn dik aan mijn akunium. Wat? SMD AMK, broer. Ik ga naar plaats. Dit zijn momenten die ik respecteer, man. Gewoon, dit is de schreef, de rover. Wauw. Nou, ta. Bro. What the fuck, man? Mais toi, ton dit, genre, il a dit ça calme. Genre, ça doit passer crème, niks. Il a dit ça. Maar nu maak het nu langer, hè. Nu maak het nu langer. Ja, maar ja, maar ja. It's a fleeting moment. Laat het gewoon passeren. JDM to the W. Nog iets te zeggen? zien jullie Pierre Domo terugkomen in de selectie van Antwerpen? Nee. In de selectie van Antwerpen? Nee. Niet bij Antwerpen. Ik denk dat hij zelf ook te veel trots heeft om dan nog terug te kennen Antwerpen. Ik denk niet eens trots. Ik denk puur het systeem dat zij spelen en de rol die hij nu heeft bij RWDM. Denk ik dat hij meer ligt om alleen meer als 6 te fungeren en met mensen voor hem. Kan toch nu? Ja, maar bij Antwerpen... Nee, is daar meer... met twee. Ja, er is meer een... Keita en Vermeer. Ja. Vermeer speelt toch ook nu meer als een 8? Ah. Ja, maar ik vind meer een wisselwerking. Ik vind hem echt leuk hoe dat Duomo nu voor de verdediging gewoon alleen, ja. Alleen staat. Maar Duomo is toch ook iets meer hoger? Ook nee, meer nu. Nu. Ja, nu, maar... Denk ja, want in principe is hij nog... Nee, wat, is hij 18 of zo? 19? 19. Ja, in principe zijn stijl. Maar ik denk dat hij nu misschien een betere rol voor hem aan het vinden is. Maar ik zou gewoon voor sanity... Jij bent nu goed bezig. Als jij... een volgende stap moet maken, ga ergens anders. Zal niet terug naar Antwerpen. Niet teruggaan waar, weet je, waar het niet is. Plus, ze hebben hem ook zo'n beetje op een rare manier geskipt, man. Ja. Ja, ik snap het heeft wel. Twee kanten. Ja. Maar, ja, alles heeft twee kanten. Maar... Ja, het heeft twee kanten dus. Maar ik vind wel... Ik denk dat hij deels ook een paar fouten heeft gemaakt. Ja. Maar ik denk ook de manier hoe dat de club met hem een beetje is omgegaan, vind ik... Ja, tuurlijk. Dus ik denk voor hem... Ik denk ook gewoon puur hoe dat ik Domo een klein beetje ken. Hij heeft veel trots, man. Ik denk niet dat hij terug zou kennen, Antwerpen. Ja, maar ik denk...
ik geloof wel, als je kijkt van hij is als speler aan het groeien, hij is matuurder aan het worden in zijn spel, dan mag je misschien ook hopen dat hij als mens matuurder aan het worden is. En dan denk je misschien dat trots dingen, dat is young boy shit, maar misschien is dat ook weg. Kan wel. Maar ik zou gewoon puur als voetballer denken van, ik ga niet teruggaan naar een situatie die niet echt goed was voor mij. Maar, zeker als het goed maar tegelijkertijd heb je wel misschien de gedachte van, ah, ik heb hier nog wel dingen recht te zetten. Of ik heb of nog, of ik moet nog steeds bewijzen. Ja, ik moet mezelf nog steeds tonen. Ja, maar ik zal dat loslaten. Nee, ik denk echt dat hij met dat gevoel zit. En dat hij nu ook zoiets heeft van, wat heeft nu zijn eerste goal en assist. Hij was emotioneel. Ja, maar ik snap dat. Dat is mooi, maar hij zit nu daaraan bewijzen. Dat is ook cool. Ja, toch? Ja, maar het voordeel is wat met Antwerpen, zij spelen Europees. Ja. En daar nog even een jaartje meedraaien. Nee. Maar ja, misschien komt een andere ploeg hem halen die ook Europees speelt. Hè? Kan zeker. Standaard. Nou, ik ben wel blij voor Dwommel, man. Ik ben wel blij voor Dwommel, man. Ja, deze vraag hadden we al gehad, dus die kunnen we wegdoen. Wat is jullie eerste voetbalherinnering? Mijn eerste voetbalherinnering? Freddy heeft er één. Want dat Freddy is dingetje. Freddy, doe maar. Ja. Dus. Dat liedje. Jij zei vorige keer, ik wacht op mijn liedje. Dat was, jij stond al op beeld, hè? Mijn eerste voetbalherinnering was op de Schorre op KV Oostende. En ik speelde met voetbalschoenen die veel te groot waren voor mij. Nee. Ze waren veel te groot. Dus dat was mijn eerste voetbalherinnering. Tim is gemeen. Ik weet niet of dat Tim zo'n mic aanstond, maar Tim is gemeen. Nee. Het ding is, snap je? Hij is niet zoveel op camera als wij, maar hij is gemeener als ons. Ja, dus je voetbalschoenen waren te groot? Ja, en dat waren mijn eerste. Ik speelde met voetbalschoenen die veel te groot waren. Ah, dat was zo twee vingers lengtes groot. Okay. En jij... Nee, lieg een beetje verder. Dat is te kort voor mij. Liegen? Ja, want dat was het. Dat was het, toch? Dat was mijn eerste voetbal. Ja, dus lieg een beetje. Voeg iets toe. En je hebt die dag een omhaal gescoord of zo. Ah, nee. Mijn eerste... Ah, ja, ze activeren. Nee, stop. Andy, wat was je eerste voetbalherinnering? Eerste voetbalherinnering. Nee, ik ga niet praten, want deze gast ga je weer dom doen. Nee, Ik ga niks doen. Wat was je eerste voetbalherinnering? Je sais pas. Ik moet echt nadenken. Was de Copa Mundial uit of niet? Zie dat bedoel ik. Shout naar Jonathan D.W. by the way. Doe verder. Shout naar Jonathan D.W. Wat was jouw eerste voetbalherinnering? Voetbalherinnering. Ik denk de finale tussen Italië en Frankrijk. Ja, ik denk dat dat een van mijn eerste was. Een van mijn eerste. Dat was 2006? Zes. Ja, ik kan wel een van mijn eerste zijn. Heb jij Euro EK 2004? Ah, jawel, dat is mijn eerste. Dat is mijn allereerste. Toch? Die kopbal. Met die Nelly Furtado en zo? Nee, die. Met die grijze bal. Die laatste die doelpunt daar van in de finale tegen Portugal. Ah, Charisteas. Ja, dat kan je me nog herinneren. Shit, wat is mijn... Dat is wel een van mijn... Ah, ik weet wat mijn eerste voetbalherinnering is. België-Brazilië, 2002, Mark Wilmots, afgekeurd doelpunt. We hebben dat op school gekeken. Ah, hard. Nou, dat heeft iedereen op school. Ja, misschien is dat mijn eerste. Van mij inderdaad... Heb je niet tegen Zuid-Korea gespeeld daarvoor? Datzelfde WK. Ja, dus dat WK. Dus van jou ook ongeveer. Ja. Wat deed je dan? Opvang? Gastuk. Laatste vraag. Die was goed. Nee, die was goed. Maar ik moet ze even aan de lijn. Ja, bescherm u. Laatste vraag van Sebastian. Freddy, wanneer ga je kaal? Sterk. Bon. Ik heb die echt op... Ja, sterk. Hij was ook niet klaar. Hij gaat dansen. Atto, kijk eens, hij gaat dansen. Ik kan niet dansen. Eerst en vooral, je moet goed kijken naar de episode. Goed herbekijken. We hebben nooit de termijn afgesproken. Dus bij deze, ik weet het niet. Kijk. En terug naar de show. Ik heb gesproken met Soos. Als jullie koelkastcoach kijken, kijk naar Soos en Arma. Hij heeft al gewoon gezegd van, ik pak hem vast, oké, we gaan hem kaal scheren. Dan gaan we even verder naar de FPL-update. We hebben deze maand... ik heb deze maand andere dingen opgezocht tijdens de FPL-update. Dus nu kan je ook gewoon zien wie dat er deze maand de beste cooligan was. En de beste cooligan deze maand was Bassirou Mbiye van Antisocial FC. En hij had 306 punten deze maand gescoord. Mm-hmm. Op plaats 2 hadden we FC Zeunt van Mats Oostvogels. Hij had 300 punten gescoord. Op plaats 3 was het Gunther van Esk met... FC Kanishotsky. Kanishotsky. Ja, met 696 punten. Plaats 4 hadden we Suyachip Karipinar, broeder, de laatste keer dat ik jouw naam zeg. 295 punten. En op plaats 5 hadden we Pep Company met Victor Cornelissen. Hij had 290 punten. Okay. Dat zijn de beste
Cooligans van deze maand. Ik vind de FPL heel ingewikkeld dit jaar, man. Ik ga niet liegen. FPL dit jaar is moeilijk, broer. Snap je? Dit jaar FPL is moeilijk. Bro. En ik wil niks horen van Tim Dal. Maar dit jaar FPL is moeilijk. Want normaal gezien, je hebt zo'n paar spelers. Zo. Ze brengen stabiliteit, snap je? Petit Haaland, Petit Salah, snap je? Haaland was de laatste keer kapitein. Snap je? Petit Rashford normaal gezien bij United, broer. Niemand brengt punten, bro. Oli Watkins, 23 punten, vriend. Ik word para. Ik kijk aan die zijn ploeg. Ik zie 20 punten. Ik zie, eh? Ja, match 1, hè? Had Odegaard en dingen gekregen. En had hij fucking 70 punten of ja, zo? Ja, broer, man. Para, man. Hij weet niks van voetbal. Dus hij sprak veel, man. Als we naar onze algemene top 3 gaan, staat op plaats 1 One Man Machine, Joachim de Koning, met 477 punten. 477? Ja, broer. Wij zitten gewoon die 300 en zo. Hoeveel hebben wij? 300 en iets. 477? Ja, man. Kan je man. Punten kopen? Waar je wel punten kan kopen op EFC? Nee, dat kan je niet. Dat kan niet meer in België. Nee, dat niet meer kan niet meer. Maar kijk met zo'n VPN-toestanden, maar dat is een Tim Dalle toestand. Op plaats 2, Pep Company, Victor Cornelissen met 475 punten. En op plaats 3 is het HH Haaland met Lars Blommaert, 479. Dat is dom, maar ik vind sommige mensen hebben iets grappige namen. En dan gaan we naar onze eigen competitie. Op plaats 1 staat Aaron Sikaya. Fuck hem, man. 386 punten. Ik zeg gewoon met chest, fuck hem. Op plaats 2 staat FC Tagel van Andy Kisema. Let's go! Met 379 punten. Op plaats 3 staat Alex, 372 punten. Maar morgen sta ik terug op 2, hè? Kan. Ja. Op plaats 4 staat Michael van Erham Trout. Dat is gewoon Tim Dalle met 373 punten. Staat één puntje achter jou, by the way. Maar ik kan je ook gewoon inhalen naar dit weekend, naar maandag, hè? Want zij hebben zo double game week spelers, hè? Broer, waarom snitchen? Omdat je kijkt naar de lijst, toch? Op plaats 5, Cher met 347. Op plaats 6, ikzelf met 329. En op plaats 7, hey Wassim, ik wil een snack, alsjeblieft. Durum met looksaus. Ik zou niet te veel praten als ik voor de laatste sta. Hè? Ah, maar de laatste betaalt toch? De laatste betaalt toch? Gewoon loser tegen loser. Nou, ik was disclosed om te stoppen bij FPL dit weekend. Ik zat wel met mijn grens, man. Echt waar, man. Bon, we hebben de switch gemaakt. Freddy is in de zetel. Andy heeft een mooie pak aan. Dus we kunnen starten met wie is Wally? Eerst een shout-out naar Gideon, Boating, Grogo, Tokos, Kopje Costumes daar. Boys, ready? Ik ga winnen. Ik ga niet meer humble doen, man. Ik ga gewoon winnen. Ah, weet je wie is Wally is? Andy, leg eens even uit wie is Wally. Dus. Ik beschrijf spelers door soms statistieken, een verhaal of iets. En je moet eigenlijk zo snel mogelijk proberen te raden wie het is. Maar je krijgt maar één kans. Oké? Okay? Buzzers? Bo. Wat is jouw buzzer? Bo. Bo? Ja. Pwah, zeg je buzzer. Ik moet even nadenken. Wat? Bo. Dan gaan we eens dom zeggen. Mooie jongen. Je hebt gewoon een buzzer nodig. Als je het antwoord weet, dan gooi. Van hem horen we hem normaal gezien nooit. Denk het. J'ai coco. Mijn buzzer is deze week Anderlecht. No, man. Ja. Jordan! Ah! Ja, ik denk wel dat je dat ging zeggen. Jawel, nee, ik verander mijn buzzer. Ik verander mijn buzzer. Sorry, heren. Sorry. Yes. Jordan! Derek? Oh, man, D. D. Pause. D. Hij is slim. Pause. Ja, maar kort. Hij is slim. Jij moet D en pause zeggen. Dat moet. Wat? Hij moet, niets, moet pause. Hij is 34, bro. Hij denkt niet aan die dingen, kinderen, bro. Kinderen, bro. Snap je? Ah, dat maakt iets uit. Ja? Ja? D en... Wat is team? Ah. Wazzy, let's go! Boys. Ik woon naar huis. Ready? Ga? Okay. Ga? Ja. Ik hoop niet dat je dit gaat winnen. Maar, nee, maar iemand moet u een beetje... Snap je? Ik kan afsluiten. Je kunt vertrekken. Zeg, moet ik mijn plaats? Bon, boys. Wat? Bij de eerste beschrijf ik de clubs, de gescoorde goals, assist per competitie, de clubs waar tegen hij het meest heeft gespeeld, gewonnen, verloren, honorarium, geen persoon. En dan, als niemand het echt weet, krijg je nog een laatste extra. Je lijkt echt op een leerkracht zo, man. Ja, ja man. En je Frans. Je m'appelle Chuchu. Oké, boys, ready? Yes. Ready, was jouw buzzer? MJ, mooie jongen. Was het? Oh, joh. Kijk, de dag dat jij ooit normaal kan doen, wil ik aan met jou kussen. Gervinho? Pas. Oh, fuck.
Gervinho. Bo, Gervinho. MJ. Ben ik zo slim geweest, want ik heb er vandaag 4 voor. Heb je weer die anderhalf puntje regel? Ja, dat blijft. Dat is wat crazy. Hij heeft zijn buzzer niet gezegd. Dat bush af, ik heb boos eten gezegd. Nee, bro, maar je moet eerst een buzzer zeggen. Wacht. Het gaat niet tellen. Heb je niet als eerste Bo gezegd? Ja? Dat vind ik dat bush af. Dus. Dat is een dengri wat je hebt gedaan. Een zware fout. Heb je gezegd, dus Gervinho. Ja, maar ik had dat in mijn hoofd, Piet. Hein. Bref. Incroyable. Dat is zo funny. Incroyable. Wally? Ik wou horen welke... Ja, maar Wally... Ja, kun je dat seks op het einde doen? Ja, ik ga op het einde, ja. Want dat was een mooie. Ja, echt niet liegen. Ik had, Piet. Ah, je fokt erop, hè? Ja, man, Piet. Je fokt erop. Maar eigenlijk is dat slechter voor jullie, maar de laatste is echt fucked up. Bataar, let's go. Dat is neerig, bro. Wauw. Ik zal het nu direct al zeggen, Wally is een keeper. Oké. Okay. Oh. Ah, amai. Wauw. Gouden tip. Ja. Let's go. Wally heeft deze 5 strafschoppen gestopt. Dus eerste, in het seizoen 15-16, Champions League. Op 15 januari, de strafschop was tegen Kevin Gamero. Maar uiteindelijk verloor Wally de wedstrijd toch met 3-0. In het seizoen 2021, WK-kwalificatie op 5 september 2021, heeft hij ook een strafschop gestopt van Jorginho. De wedstrijd eindigde op 0-0. 21-22. In de Bundesliga op 15 januari 2022 stopte hij een strafschop van Patrick Schick. Maar deze wedstrijd verloor hij ook met 1-2. In het seizoen 2021 in de Nations League groep A heeft Wally ook een strafschop gestopt. Van Sergio, dat is moeilijk, man. Van Sergio Ramos. En de wedstrijd eindigde op 1-1. Denk ik het weet. Als laatste, in het seizoen 22-23 in de Champions League heeft Wally dus een strafschop gestopt van Haaland. En die wedstrijd eindigde op 1-1. Wat eigenlijk de conclusie hiervan is, is vaak elke wedstrijd waarin deze keeper eigenlijk een strafschop stopt, verliest hij. Ja, of speelt hij gelijk spel. De meeste verloren wedstrijden tegen wie ik heb gespeeld. Dus ik heb vaak tegenstanders gehad, maar de meeste tegen ik ben verloren. Roman Burki, van de 24 wedstrijden die we onderling hebben gespeeld, heb ik er 11 verloren. Nee. Marco Reus. Jordan. Sommer. Sterk. Ja. Sterk gedaan. Janssen. Nee, ik kan me gewoon bellen voor dit. Hè. Nee, ik kan me gewoon bellen voor dit. Ja. Heb je iets te zeggen, Freddy? Ik ging Kevin Trapp zeggen, maar... Ja, dat ging jij doen. Ja, heb inderdaad. Dat niet gedaan. Inderdaad. Ik ben verloren. Maar ik ben blij dat ik het niet heb gezegd, want ik ging toch fout. Oké, okay, let's go. Kan ik sponsor worden van wie? Vas-y. Oh, die ergens soort me nu, man. Oké, het is boy. Het ding is, waarom ben je blij? Maar je weet dat gevoel ik nu? Nee, c'est bon. Maar kijk, jouw gevoel c'est nu bon. Ga je oplossen door te winnen. C'est bon. Let's go. Timing. Merci. Que des perdants ici. C'est bon. Merci, papa. Que des perdants ici. Kunnen wij geen quiz doen? Heeft in Italië 26.000 minuten gespeeld. In Duitsland 11.651. In Engeland 11.004 minuten. In de Champions League 5.583 minuten. En in België 0. De coaches die Wally heeft gehad zijn Felix Magath, Brian Kidd, Rudy Garcia, Claudio Ranieri en Steve McLaren. En nu zal ik 2 memorabele momenten voordoen waarin Wally bij was. Moment 1. En hij krijgt de bal. Grafiet. Goal! Wolfsburg kampioen! Let's go! Moment. Jordan? Dzeko? Sterk. Dat is graag gedaan. Oh, ik ben een beum, man. Ja, dat kan toch... Hoezo dat kan niet? Nee, kijk. Mooi, sterk, echt mooi. Nee, kijk. Ik ben geen hater, ik ben geen muziekgezichter, snap je? Laat me gewoon even het woord nemen. Niet onderbreken, alsjeblieft. Kijk. Het ding is... Kijk, als je naar een show komt en zo, je wilt een beetje verrassen, snap je? Je wilt niet elke week... Nee. Maar je wilt niet elke week weten, we doen Wally op het einde van de show, Alex wint, snap je? Dus ik ga mijn veto gebruiken. Ik heb 1 veto per jaar, ik ga hem nu gebruiken. We verbannen Wally op.
I'm done, bro. Zie je hoe mijn armen gekruist zijn? I'm done, bro. Zie hoe mijn armen gekruist zijn? Bro, die man heeft drie tips af, alsjeblief, man. In het Nederlands, dit is de houding van een vakman. Dat zijn mensen... Dat kost veel, man. Dat zijn mensen die... Ik vraag plus 45 euro per uur. Waarom? Wacht. What? Jij bent Baliman, jij bent Moeim. Broer, zijn jullie boos of zo? Waar is je? Nee, alsjeblieft. Gaat niet liggen? Nee, dat... Ik denk, ik ben nog nooit zo blij. Dat is niet meer leuk. Dat is niet meer plezierig, bro. Snap je, bro? Ik doe zelfs geen jeetje meer. Bro. Maar Andy, even nog eentje. Andy, huh? Je hebt er nog eentje. Doe 2,5 punten. Je hebt er nog eentje. Heel mooi. Ja. Doe 2,5 punten. Andy heeft nogal je zwaar. Andy, nee, doe voor 2 punten om te testen. Alsjeblieft. Deze heet Zoek de Club. Oké. Zoek de Club. Oké, wauw. In het seizoen 17-18... eindigde deze club op de 13e plek. In het seizoen 18-19 eindigde deze club op de 10e plek van zijn of haar competitie. In het seizoen 19-20 eindigde deze club op de 16e plek. In het seizoen 20-21 eindigde deze club zesde in zijn competitie. En in het seizoen 21-22 eindigde deze club zevende. De duurste transfers, de transferaankopen die deze club heeft gehad. 50 miljoen voor een speler uit Frankfurt. 43 miljoen voor een speler uit Ajax. 42,95 miljoen voor een speler uit Lyon. Ja, dat weet ik. Dan ik ben naar Kostbeu. 38. Wow, West Ham, fuck it, man. Sterk. Ja, alsjeblieft, man. Nee, broer. Nee, nee, ik ben zelfs niet blij, man. Nee, West Ham. Ik pak hem niet. Ik ben niet happy. Huh? Nee, ik ben niet blij, man. Zingen. Fuck deze shit, man. I'm done, man. Ik heb gezegd, we gaan je zijn buzzer niet horen. Hoe voelt het? Broer, I don't know, man. Wacht, ik heb een idee. Zodat jij ook een punt kan scoren. Andy heeft nog 1 Wie is Wally over. Wij gaan niet antwoorden. Jij moet raden wie. Tip. Hij is Ivoriaan. Nee, ik ben niet blij, man. Waarom ben je niet blij? Je bent gewonnen. Nee, broer. Ik ben blij voor jou. Nee, ik ben niet. Dat maakt mij niet gelukkig. Gewoon naar huis, man, broer. Ik heb 2 punten, toch? Het is relax spel. Nee, broer. Zo werkt dat niet. Kan je niet elke week clubs doen of zo, broer? Broer, maak het een beetje, snap je? Broer, je moet gewoon sneller zijn, hoor. Broer, ik weet het niet, hè. Ik kan snel zijn. Ik ging zo best als eerste zeggen. Weet je wat ergste is? Ik ben een trage nigger. Nee, maar mijn hersenen zijn niet... Nee, maar weet je wat? Met dit zit er voor, snap je? Ik mag geen soort loser. Merci, papa. Met dit ervoor. Merci, papa. Manchester United, on ensemble. En omdat ik toch hier zit, omdat ik stats moet geven, Freddy heeft weer geen punt gehaald voor de zoveelste wie Swally dat heeft gedaan. Maar heb je nog en in totaal heeft hij maar ooit 1 punt. Kunt jij... Ik heb het opgezocht. Kunt jij een percentage doen? Dat zal ik tegen volgende week zitten. Nee, dat is, ik ben niet aan het hagar. Heb je maar 1 punt bij je Zoli? Ik heb er ook thuis gehad, maar dat telt niet. Boy, ik ga de show afsluiten, man. Boys, ik wil Andy Kisema bedanken voor zijn Wie is Wally. Ik ook. Kijk maar straks die lijstje geven van Jeroen, ik wil gewoon zien. Ging het weten of niet, snap je? Ik wil Cher achter de camera's bedanken. Ik wil Tim Dalle achter de camera's bedanken. Ik wil voor de camera's Freddy en Zuma Kikoto bedanken. Ik wil Alexandre Mestag, winnaar van Wie is Wally, dit seizoen bedanken. Ah, zo vroeg! Ah, ze heeft niet af. Waarom doen we het vandaag? Ah, ze heeft niet af. Maar, ze heeft niet. En ik wil onze special guest van vandaag bedanken, man. Dirk Chimanga. Ciao, Dirk, man. Merci voor de uitnodiging. Dirk, wat? Je zei dat ik een van de 2 shirts moet bijhouden. Geen één. Ik wil ook de kijker bedanken. Ik hoop dat jullie nog steeds hier zijn. Jullie hebben vorige week een fantastische job gedaan met het liken van de show. Ik heb het nu een beetje later gezegd, maar ik hoop dat jullie dat gaan blijven doen. Dus zet sowieso een like achter bij deze show. Drop een comment na de show. Dus als de show gedaan is, kan je nog een comment zetten in de comments. Jawel. En zet het notificatiebeltje aan. En ik zie jullie volgende week bij de Naams Voetbal Show. Ik was je host, Brian Swaas de Warte. En dankjewel. Outro. Brrr.